Goedenavond, geachte leden van de gemeenteraad, geachte toehoorders en kijkers die via de livestream of welke manier dan ook met ons meeluisteren vanavond. Ik heropen hierbij de vergadering en wil graag beginnen met het voorlezen van de presentielijst, zodat ik weet dat ik iedereen weer aangesloten heb. Ik begin bij mevrouw Baten. Is ze aanwezig? Mevrouw Baten, ik hoor nog geen geluid. Ja, en het staat nog uit. Ik zie u zeggen aanwezig, maar ik hoor u nog niet. Eén moment. Ja? Ja? Nu kunt u iets zeggen. Aanwezig. Fijn. We hebben het allemaal gehoord. Ja hoor. De heer Klaassen. Aanwezig. De heer Klaus. Aanwezig. Mevrouw Koenen. Aanwezig. De heer Van Dijk. Present. De heer Ebbingen. Present. De heer Gerards. Aanwezig, voorzitter. De heer Haas, de Haas, sorry. Present. De heer Haukes. Present. De heer Jansen. Aanwezig. Mevrouw Jansen. Hallo. Bent u aanwezig? Ik ben aanwezig. Dank je. De heer Joosten. Aanwezig. De heer Lurken. Aanwezig. Mevrouw Offermans. Aanwezig. De heer Offermans. Aanwezig. De heer Raadschelders. Aanwezig. Dank u. De heer Scheffers. Aanwezig. De heer Snakkers. Aanwezig. Mevrouw Van der Veer. Aanwezig. Een mededeling van mijn kant, de heer Luit, is ook vanavond verhinderd. En mevrouw Merle van Leusden volgt iets later. Toch even een mededeling van mijn zijde als uw voorzitter vanavond. Zowel van het college als van de gemeenteraad. We hebben gisteren een lange vergadering gehad. Even een onderbreking, technische onderbreking, dat was niet erg. Waarbij ook de voorjaarsbrief besproken is en waarbij wij een pittige discussie met elkaar gevoerd hebben. En ik schuw als voorzitter nooit een pittige discussie als die op de inhoud gevoerd wordt. En ik heb bij deze en gene, en het maakt niet uit welke kant van deze tafel of uw tafel, soms ook wel eens een moment gehad dat ik dacht van, goh, is dit nu de inhoud of hebben we het ergens anders over? Ik vind dat zeker als wij onze burgers in Brunssum bedienen van een goed gemeentebestuur, niet handig als we dat gezamenlijk niet doen. Ik vind het fijn om dat op de inhoud te doen met elkaar. En dan mag die discussie op de scherpst van de snede gevoerd worden, maar wel op de inhoud. We hebben vanavond belangrijke onderwerpen op de agenda staan, zoals alle onderwerpen die u als gemeenteraad met het dagelijks bestuur bediscussieert. Ik vraag u dan ook aan de voorkant om alle, samen met mij, de hoeder te zijn van de goede inhoudelijke discussie en niet naar elkaar te wijzen. Dank u aan de voorkant. Als u daar mij gehoor aan geeft, dan hebben wij een hele goede vergadering vanavond. Ik ga over naar de agenda waar wij gisteren gestopt zijn. En dat is agenda punt 10 van de agenda. Vaststelling, centrumvisie en uitvoeringsplan. Uitvoeringsprogramma Centrum 2020-2025. Gemeenteblad 2020/69. Er is een motie ingediend van de SP. En die zal straks door de SP, ook door de fractievoorzitter van de SP aangekondigd worden, dan wel voorgelezen worden. Ik geef kort het woord aan de wethouder om u even mee te nemen, ook als u niet in deze zaal zit of niet aangesloten bent, via de raadsvergaderingen de stukken niet heeft, om toch te horen waar het over gaat. Wethouder Mertens, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Geachte voorzitter, geachte raadsleden, geachte kijkers.
Ik hoop vandaag met een positieve instelling te beginnen. Dat willen we waarschijnlijk allemaal. En ook iets goeds te brengen vandaag. Even een inleiding over de centrumvisie. Vandaag wordt aan de gemeenteraad van Brunssum een nieuwe centrumvisie ter besluitvorming voorgelegd. Dit kan een bijzonder moment genoemd worden. Reeds 13 jaar werd gezocht naar een passende visie voor het centrum van Brunssum. Deze visie heeft de intentie om Brunssum nog mooier te maken. De visie is tot stand gekomen na diverse raadsinformatieavonden en een jaar inloop voor iedereen in een pand in het centrum van Brunssum, zodat zoveel mogelijk aan de wensen van onze inwoners en ondernemers tegemoet gekomen kon worden. Enkele argumenten waarom een positief raadsbesluit in zaken de voorliggende centrumvisie zeer belangrijk is, zijn: ten eerste, er ontstaat een enorme verbetering van de fysieke leefomgeving. Ten tweede, Brunssum wordt aantrekkelijker voor ondernemers, bewoners en bezoekers. Ten derde, bewerkstelligen van veiliger wonen, winkelen en ontspannen in Brunssum. Ten vierde, een centraler winkelcentrum creëren door een doorsteek te maken, waardoor een betere verbinding ontstaat tussen winkelcentrum De Parel, dat ook een impuls nodig heeft, en het Koutenveld. Ten vijfde, nu gebruik maken en veiligstellen van de mogelijkheden om financiële bijdragen te genereren van derden, bijvoorbeeld Parkstad en provincie. In het voortraject hebben we diverse hobbels uit het verleden moeten wegwerken, om niet met extra grote financiële tekorten aan een nieuwe visie voor ons centrumplan te beginnen. De oude samenwerkingsovereenkomst met Weller en Jongen, die een groot tekort op de grondexploitatie weergaf en circa 4000 vierkante meter retail inhield, waardoor bouwen van meer leegstand bewerkstelligd zou worden, kon worden beëindigd. Tevens kon de jaren lopende rentelast, die opgelopen was tot circa 1 miljoen euro, voor de panden van de provincie, zoals u reeds bekend was, worden beëindigd. Door deze bewerkstelliging hebben we goede uitgangspunten om met een schone lei te starten met een mooie centrumvisie. Onze centrumvisie, waarbij vooral retail wordt omgezet in woondoeleinden, wordt meegenomen in de derde tranche RegioDeal, kwaliteit Limburgse centra en herstructurering. Het doet me goed om te constateren dat het college de afspraak met de gemeenteraad kan nakomen en binnen 1 jaar een mooie, nieuwe, aantrekkelijke centrumvisie presenteert en de oude struikelblokken heeft kunnen wegwerken. Er zullen zeker nog vragen rijzen, maar het is van eminent belang voor Brunssum dat de gemeenteraad deze centrumvisie omarmt en vaststelt. Anders missen we subsidiemogelijkheden en dat komt ons centrum niet ten goede. En dan zijn de mogelijkheden zeer beperkt. Het college vertrouwt derhalve in het belang van Brunssum op een wijs besluit van de gemeenteraad van Brunssum en verwacht dat de behandeling van de voorliggende centrumvisie leidt tot vaststelling van deze visie door de gemeenteraad van Brunssum. Nu kan de gemeenteraad van Brunssum tonen dat ze werkelijk de inwoners van Brunssum vertegenwoordigt en oudzeer achter zich kan laten en de intentie heeft om Brunssum mooier en aantrekkelijker te maken. Het college zal de gemeenteraad en de inwoners van Brunssum bij de verdere ontwikkeling en voortgang van de centrumvisie betrekken. Met de ondernemers, eigenaren en bewoners van de Kerkstraat Noord die vraagtekens zetten bij eventuele ontwikkelingen in dat deel van de Kerkstraat, is reeds een afspraak gepland om de visie te bespreken. Dit was mijn inleiding. Dank u wel. Dank u wel, wethouder Mertens. Ik ga over naar de eerste termijn en ik wil daarbij graag eerst het woord geven aan de heer Raadsgelders. Dank u wel, burgemeester. Oh, ik kom mezelf heel erg hard door de deuren, maar dat maakt niet uit.
Dankjewel, wethouder, voor deze duidelijke opening. En wij hebben het volgende te melden over de centrumvisie. Laat ik eerst even zeggen dat het college de raad de laatste periode afdoende heeft meegenomen. We hebben meerdere presentaties gehad waarbij beelden over mogelijk nieuw centrum met ons gedeeld zijn. En ik had het idee dat wij raadsbreed daar in ieder geval een zeer mooie visie hebben gezien en dat we daar ook een goed gevoel bij hadden. De wethouder heeft aangegeven dat weldra alle financiële contracten uit het verleden, middels het intensieve overleg met de betrokken partners, zullen worden beëindigd. En wij wachten dan ook graag de ondertekende SOC tegemoet. Hierdoor is de ruimte weldra aanwezig om het centrum conform het voorgestelde visiedocument te gaan aanpakken. Het is duidelijk dat het hier gaat om een realistische visie. Zoals BBB Palmen reeds meerdere raadsperiodes heeft aangegeven, ergo zelfs in het verkiezingscampagne reeds in 2014 heeft opgenomen, zijn de ontwikkelingen zoals verwacht op het gebied van internetaankopen explosief gestegen. Gezien de ervaringen en cijfers in de afgelopen maanden, is het te verwachten dat deze trend zich ook zal voortzetten. We zien dat heel veel gemeentes in de regio hetzelfde probleem hebben. Steden waar het beter gaat, hebben dit mogelijk gemaakt om vanuit een bepaalde visie te gaan handelen. Kijk bijvoorbeeld naar Roermond, waar ze de complete kazerne hebben omgebouwd en kijk eens hoe het daar floreert. De centrumvisie zoals deze hier gepresenteerd is, biedt zeker ook mogelijkheden. Mogelijkheden welke de sfeer en het samen zijn van Brunsumers onderling, maar ook uitnodiging zal zijn voor niet-Brunsumers, zal versterken. Wij staan voor grote veranderingen die we samen kunnen realiseren. Wij moeten dit ons inzien om dit ook echt gezamenlijk te doen. Wat vinden we in het centrumvisie terug wat ons aanspreekt? Op de eerste plaats wordt er gekeken naar verjonging. Duidelijk is dat jonge gezinnen de mogelijkheid moeten krijgen om zich te kunnen vestigen in Brunsum. De centrumvisie biedt hier mogelijkheden toe. Daarnaast wordt ook betere doorstroming mogelijk gemaakt met de andere voorziene huizen die gebouwd gaan worden. Vanuit een van de activiteiten welke georganiseerd zijn door het CMWW, waarin de jeugd zich uitspreekt erg trots te zijn en tevreden te zijn met Brunsum, maar dat ze ook een aantal wensen hebben, namelijk dat Brunsum op het gebied van ontspanning toch wel tekortschiet. Wij zijn dan ook erg enthousiast dat ook hier in het centrumvisieplan over is nagedacht. Nou, ik kan niet lezen wat ik hier geschreven heb, dus dat sla ik over. In ieder geval waar we ook blij mee zijn, is dat in het plan ook ruimte is voor vergroening. En dat zal zeer zeker ook de PvdA aanspreken, die een aantal keren terecht gewezen heeft op we verstedelijken te veel, we hebben de tuinen te dicht gelegd, we moeten meer groen hebben, de temperatuur stijgt in het centrum. Dat hebben wij ook gezien en de afgelopen 3 jaren laten dat ook zien dat dat het geval is. We zijn dan ook blij dat voor vergroening en duurzaamheid en meer groen in de stad, dat dat allemaal de ruimte krijgt. Elke verandering vergt ook loslaten. Dat zal voor sommige mensen best lastig zijn. Derhalve spreekt het BBB aan dat er reeds vele mogelijkheden zijn geboden aan de burgers in het centrum om ook bij de verdere ontwikkeling in gesprek te gaan. Ook bij de verdere ontwikkeling zal dit overleg verder plaatsvinden. Wederom een voorbeeld van de burgers centraal stellen. En gaat dat altijd goed? Vast en zeker niet. En zijn er mensen die zich niet gehoord voelen? Dat is altijd. Maar bij deze nog altijd de uitnodiging, kom in gesprek. Voelt iedereen zich gehoord? Waarschijnlijk niet. De investeringen vergen ook het nemen van risico's. De ontwikkelingen, zeker in de afgelopen periode en mogelijk ook in de komende periode, zullen heroverwegingen in de uitvoer mogelijk gaan beïnvloeden. BBB gaat ervan uit dat de Raad bij belangrijke ontwikkelingen geïnformeerd zullen worden, opdat de Raad naar haar controlerende taak kan ook uitvoeren. Durven investeren in moeilijke tijden. Daar is ook lef voor nodig. Ondernemerschap. Dat zal de VVD zeker ook begrijpen. Succes met de verdere uitwerking van de visie en het starten van de eerste stappen in het heldere plan. Wij spreken dan ook de hoop uit dat verdere ondersteuning door derde partijen, waaronder de provincie Limburg, zal plaatsvinden. Brunsumers verdienen een goed
goed centrum. Brunsumers zijn mensen met een groot hart en daar hoort een groot kloppencentrum bij. Tot zover de eerste termijn. Dank u wel, burgemeester. Dank u wel, heer Raadschelders van de lijst BBB Palmen. Ik kijk nu naar de heer Jansen van de lijst PAK. Ja, dank u wel, voorzitter. Mensen, goedenavond. Ook de mensen die thuis zitten en die ook weer vanavond zin hebben om naar de toekomst van Brunsum te kijken. Het was gisteravond al een leuke avond. Vanavond wordt dat ook weer. Voorzitter, eindelijk is het zover. Er ligt een nieuw centrumplan uitgaande van de stelling dat Brunsum de woonstad van Zuid-Limburg wil zijn. Daarvoor dank aan al die mensen en organisaties die zich maximaal hebben ingespannen om dit mogelijk te maken. De items van het centrumplan, dat zijn het wonen, diensten en ontmoeten. Het vorige centrumplan hoorde bij een tijdsbeeld waarin internet nog geen belangrijke rol had. De wereld is in de afgelopen 20 jaar absoluut veranderd. Deels door de financiële crisis van 2008, maar ook door de digitale wereld die maakte dat online winkelen mogelijk werd. Het vorige centrumplan zou resulteren in meer winkels, met als gevolg nog meer leegstand in deze tijd. Leegstand zie je overal, ook in ons geliefd Brunsum. Vaak tot ergernis van burgers. Alleen een gemeente gaat niet over het aankoopgedrag van haar burgers. Winkels kunnen alleen bestaan als ze geld verdienen door het verkopen van genoeg producten. Zo niet, dan vertrekt de winkelier en de winkel kan haar deuren sluiten. Het oude centrumplan is te lang stilgevallen, omdat na de Action als eerste publiekstrekker een tweede trekker er niet kwam. Daarbij komt dat veelal een torenhoge huurprijs gevraagd wordt, waardoor menig ondernemer zijn onderneming financieel ziet stranden. Dit is echt iets waar eens over nagedacht moet worden. Sinds het aantreden van deze coalitie met alleen lokale partijen is hard gewerkt aan het opzeggen en beëindigen van de oude samenwerkingsovereenkomst. Dat droeg het gevaar van contracten met verlies van gemeenschapsgeld voor onze gemeente. Bijvoorbeeld een niet nader te noemen bouwonderneming had een claim van 1 miljoen. Het oude pand in de Schiffelerstraat, de zogenaamde woning Akkermans, werd niet aangekocht en verloederd tot min of meer een spookhuis. Over de panden aangekocht door de provincie betaalde Brunsum veel te hoge rentevergoedingen. Deze panden hebben we nu overgenomen, zodat die lasten stoppen. Er zijn ook nieuwe panden aangekocht om de gemeente als sterkere partner neer te zetten. Daarmee voorkomen we een speculatie. We zijn trots als PAK in deze coalitie. In het jaar 2011, en voor wie dat nog weet, in die periode hebben wij als PAK samen met de lijst BBB Palmen en met de lijst Huisman Peters toedertijd een initiatiefvoorstel ingediend om dat toenmalige centrumplan eens goed door te kijken. Want veel was toen al gepland en gerealiseerd. Alleen de beroemde doorsteek van de Wilhelminastraat, dat riep nog heel veel vragen op. Nou, die overeenkomst is nu met goedvinden van de drie partijen, Weller, Jonge en de gemeente, beëindigd. Een positief resultaat, zonder financiële gevolgen voor de gemeente en de burger. Voorzitter, het nieuwe centrumplan is realistisch. Het is uitvoerbaar en betaalbaar. Het draait niet alleen om winkels, maar juist om een totaalvisie van wonen, beleven, ontspanning, meer drukte en commercie. De mix maakt het centrum weer levend, aantrekkelijk en geeft meer kansen voor de middenstand. Daarbij is er een stevige intentie met JFC aangegaan om ook het centrum voor onze JFC-inwoners aantrekkelijk te maken. Hoewel we door de coronacrisis op dat gebied een zekere mate van windstilte ervaren. Mogelijk dat de portefeuillehouder iets kan zeggen over die intentiesamenwerking en de stand van zaken. En eventueel is dat wat dat betreft nog wat actueel nieuws. Voorzitter, tot slot. Na vele jaren van stilstand, leegstand en verloedering wordt er nu gekozen door de gemeenteraad voor een toekomst die past bij het centrum en het karakter van Parelstad Brunsum.
En voorzitter, op de motie van de SP kom ik in de tweede termijn terug. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jansen. Ik ga naar de heer Van Dijk van de VVD voor zijn eerste termijn. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, geachte collega raadsleden en natuurlijk bovenal de mensen thuis. Vandaag behandelen we als gemeenteraad de nieuwe centrumvisie voor het centrum van ons Brunsum, als mede het bijhorende uitvoeringsprogramma. Als VVD-fractie zijn wij van mening dat het goed is dat het college eindelijk aandacht besteedt aan de ontwikkeling van ons centrum. Uit eerder gestelde vragen van de VVD-fractie blijkt dat in de afgelopen 3 jaar de leegloop van de panden schrikbarend hard is verlopen. Wanneer deze teleurgang zich op deze manier zou doorzetten, dreigt onze gemeente te veranderen in een spookstad. Wij denken dan ook dat het goed is dat we vandaag een moment kunnen hebben waarop we in ieder geval gaan trachten om die teleurgang te stutten en hopelijk te stoppen. Voorzitter, in dat kader zien wij als VVD-fractie dan ook de potentie van de 3 thematische dragers internationalisering, verduurzaming en verjonging. Met de bijbehorende functies wonen, dienstverlening en ontmoeten. Die worden ingezet om de 3 thematische dragers ook tot bloei te laten komen. Zo denkt de VVD-fractie ook dat de aantrekkingskracht van het centrum vergroot kan worden door het realiseren van een aantal nieuwe woonvormen. In het verleden hebben we hiertoe al eens opgeroepen middels een motie, als het ging om het bieden van mogelijkheden aan pandeigenaren om hun huidige pand te transformeren. Wij zijn dan ook blij dat deze suggestie wordt opgepakt in dit nieuwe visiedocument en de uitvoeringsplannen zoals ze voorliggen, en dat ook de kansen daartoe worden benut. Hoewel wij als VVD ons afvragen in hoeverre de dienstverlening te concentreren is, zoals in dit stuk wordt voorgesteld, begrijpen wij dat de huidige markt veranderd is. Zoals ook vorige sprekers zeggen, heeft digitalisering een flinke rol gekregen binnen de wijze waarop mensen hun spullen kopen. En ook dat heeft natuurlijk beslag op de wijze waarop wij een centrumvisie moeten gaan vormgeven. Het is dan ook niet realistisch om te blijven denken dat wij het gehele centrum gevuld kunnen houden met enkel dienstverlening. De VVD denkt dan ook dat het goed is om te zoeken naar samenwerking tussen verschillende zakelijke, niet-zakelijke dienstverleners, die kansen bieden om in ieder geval een levendig centrum geconcentreerd te realiseren. Daarbij willen wij wel opmerken dat wij van mening zijn dat de gemeente Brunsum nog altijd meer uit de potentie van Stichting Streetwise zou moeten halen. Als wij resultaten afzetten van de gemeente Brunsum tegen omliggende gemeenten, maar ook bijvoorbeeld gemeente Weert, waar we nu de laatste tijd positieve reacties van terugzien, dan denken wij echt dat deze stichting een verschil zou kunnen maken, zeker als het om startende ondernemers gaat. Positief vindt de VVD Brunsum het ook dat gedacht wordt aan het realiseren van met name korte parkeergelegenheid. Willen we het bezoeken van het centrum laagdrempelig houden en ook een kort bezoek aantrekkelijk maken, dan denken wij dat dit een noodzakelijke ontwikkeling is. Veel te vaak komt het nu nog voor dat als je naar het centrum wilt gaan, even kort een boodschap wil doen, dat je een volle parkeerplaatsen treft. Willen wij dan ook dat aantrekkelijk maken, is het goed om meer parkeergelegenheid te realiseren en zeker ook om die gratis te houden. Daar zijn wij als VVD-fractie in ieder geval nog altijd nadrukkelijk voor. En als het gaat om ontmoeten, erkennen wij de kansen die er voor ons centrum liggen. Belangrijk is daarbij vooral dat partijen met elkaar in gesprek blijven. Met elkaar praten in plaats van over elkaar praten lijkt absoluut het devies. Sessies daarvoor zijn in het verleden meermaals geweest. Maar vervolgens valt het in de terugkoppeling toch ook vaak stil. Dat zijn in ieder geval de signalen die wij als VVD-fractie daarover krijgen. Wij zullen dan ook kritisch blijven volgen hoe die regisserende rol die de gemeente in dit stuk noemt, vormgegeven gaat worden. Wij willen daar als fractie in ieder geval door het college nadrukkelijk van op de hoogte gehouden worden. En ook horen hoe de burgers van Brunsum nu uiteindelijk reageren op die ontwikkelingen die dadelijk in de uitvoeringsplannen verder vormgegeven gaan zijn. Inzelfde geldt ook voor de ontwikkelingen met betrekking tot het oude raadhuis, waarover inmiddels al van alles de revue is gepasseerd. De VVD-fractie is van mening dat het oude raadhuis één van de beeldbepalende gebouwen van onze stad is. Wij vinden het dan ook belangrijk dat het aangezeg in ieder geval onaangetast blijft, bij welke ontwikkeling dan ook gaat plaatsvinden. Uit een rondgang langs enkele tientallen Brunsumse burgers, eerst naar aanleiding van de berichtgeving op Zoonnieuws en later via de social media, denken wij dat het belangrijk is dat de openbaarheid van het pand, dus ook de mogelijkheden tot het trouwen, behouden blijven. De VVD-fractie is dan ook benieuwd of het college kan toezeggen dat deze mogelijkheden bij eventuele planvorming in ieder geval gewaarborgd blijven en deze burgers van Brunsum met een gerust gehart kunnen gaan slapen vanavond. Volgens dat zijn in ieder geval de kansen die wij zeker zien in de centrumvisie
en ook de uitvoeringsplannen zoals die hier op dit moment voorliggen. Maar naast kansen zien wij ook bedreigingen. Zo herkennen wij de barrières die in de visie genoemd worden, die de imago van Brunssum minder aantrekkelijk maken. Wij blijven ons in dat opzicht dan ook verbazen over het gebrek aan daadkracht van het college dat wij terugzien als het gaat om het handhavend optreden tegen overlast en verloedering. Niet alleen in het centrum, maar ook op andere gebieden. Echter, vandaag spreken wij over het centrum en willen wij toch opnieuw aangeven dat de meldingen die wij in dat kader hebben gekregen in de afgelopen tijd talrijk zijn. Het gooien van eieren op ruiten, het intimideren van mensen, mensen achterna lopen als ze naar binnen gaan. Op het moment dat wij denken dat wij een centrum willen hebben waar ontmoeten centraal staat, zullen wij hier iets aan moeten doen. En dan kunnen we niet weg blijven kijken. De mooie woorden die we gisteren hoorden, ten spijt. In lijn met die conclusies in het visiedocument denken wij dan ook dat wonen, ontmoeten en dienstverlening enkel mogelijk is als de blijvende overlast daadwerkelijk wordt aangepakt en terugkerende meldingen hierover nu eens eindelijk serieus worden genomen. Graag horen wij dan ook van het college hoe dit aspect binnen de centrumplannen gewaarborgd gaat worden en op welke wijze dit dadelijk recht gaat doen in de uitvoeringsplannen. Verder is de VVD het eens met de stellinginname in het uitvoeringsdocument dat voor het tot stand komen van de transitie een goede samenwerking tussen gemeenten, pandeigenaren en woningcorporaties van essentieel belang is. Juist dat onderdeel is in het verleden meermaals een heikel punt gebleven. Wij zijn ook benieuwd in hoeverre de ondernemers en pandeigenaren zijn meegenomen bij het huidige uitvoeringsprogramma en welke reactie daarbij naar voren kwam. Weten de mensen bijvoorbeeld achter in het centrum dat de planning is om juist hun gedeelte te gaan concentreren? Zijn die mensen daar al in gekend? Wat is op dit moment zeg maar daar de staatszin? Wij horen dat graag dadelijk voor het college. En eenzelfde geldt voor de bewoners. Wij hoorden wethouder Mertens in zijn inleidende beschietingen al een en ander daarover zeggen, maar wij hebben toch ook andere signalen ontvangen. Zeker als het gaat om de plannen voor woontorens in het centrum te realiseren en met name de hoogte daarvan. In welke wijze worden deze burgers dan meegenomen in die planvorming? En doen wij als gemeente ook voldoende om ervoor te zorgen dat huidige bewoners van het centrum dadelijk niet onevenredig hard getroffen worden door de nieuwe keuzes die nu gemaakt worden? Wij horen daar graag een antwoord op van de wethouder. En voorzitter, en we kunnen daar niet omheen, dan speelt natuurlijk nog een ander heikel punt dat voor de VVD-fractie op dit moment nog instemming met voorliggende stukken in de weg staat. Concreet gaat het dan om de aankoop van de panden die behoren tot de portefeuille van de beleggingsmaatschappij van Egin BV. Al sinds oktober 2019 proberen wij als VVD-fractie samen met de collega's van de PvdA duidelijkheid te krijgen over verschillende aspecten van deze aankoop, waaronder de rechtmatigheid. Tot op de dag van vandaag kan hierover, ondanks nadrukkelijke toezeggingen van voormalige portefeuillehouders, nog geen duidelijkheid worden gegeven. Sterker nog, wij weten bijna een jaar na dato niet eens wat we over deze aankoop vandaag wel en niet mogen zeggen. Gezien de grote bedenkingen die wij bij de gehanteerde handelswijze hebben, kunnen wij in dit stadium enkel instemmen met voorliggende stuk als de portefeuillehouders die er nu zitten kunnen bevestigen dat er geen link bestaat tussen voorliggende visie en bijbehorende uitvoeringsplannen en de wijze waarop de aankoop is verlopen. Met andere woorden, wij willen als fractie, samen met de fractie van de PvdA, graag bevestigd krijgen dat de al dan niet strategische noodzaak van de aankoop van de panden van Egin vandaag niet bevestigd worden op het moment dat wij instemmen met voorliggende stukken, zoals ook eerder al informeel verteld is door de burgemeester. Onze eerste vraag aan de portefeuillehouder is dan ook of hij kan uitspreken dat er geen koppeling bestaat tussen de aankoop van de panden van Egin en de vaststelling van de visie vandaag. En vervolgens als tweede vraag willen wij bevestigd krijgen dat we op de kortst mogelijke termijn, bij nadrukkelijke voorkeur in oktober, alsnog een volledige openbare discussie kunnen voeren over de aankoop van de panden en alle aspecten die daarbij komen kijken. De aankoop van diezelfde panden heeft naar onze mening namelijk laten zien dat het essentieel is dat de raad tijdig in stelling wordt gebracht. Wij vinden het op het bizarre af dat het formeel meer dan een jaar geduurd heeft alvorens de raad geïnformeerd werd over de aankoop van deze panden. De VVD is bezorgd over het feit dat het college de bevoegdheid naar zich toetrekt het uitvoeringsprogramma waar nodig bij te stellen tijdens de realisatietermijn. Functies. Ja, de laatste drie zinnen AUB herhalen, meneer Van Dijk, want die heb ik gemist met mij iedereen. Ja, ik kan u vertellen wat er gebeurde. Siri van de iPhone, die dacht dat hij zich ermee moest gaan bemoeien. Okay. En omdat die gekoppeld is aan... Nu weer.
Nu weer. U valt weer weg. Als het goed is, moet ik nu wel helemaal te horen zijn. Hoor ik heb de verbinding. Als u drie regels terug weer even begint, dan hebben we al het verhaal weer geüpdate. Ja? Ja, dan moet ik even goed nadenken, want ik doe het hoofdzakelijk uit mijn hoofd. Dus dan moet ik denken wat ongeveer drie regels terug zo ongeveer? Zijn. Nou ja, volgens mij ging het erover dat de aankoop van de panden, volgens de VVD-fractie, heeft laten zien dat het essentieel is dat de raad tijdig in stelling wordt gebracht, toch? Klopt, dat hebben we nog meegekregen. En vandaar viel het even weg. Ja? Oké, dan gaan we daar ook verder. Voorzitter, de VVD is bezorgd over het feit dat het college de bevoegdheid naar zich toetrekt het uitvoeringsprogramma waar nodig bij te stellen tijdens de realisatietermijn. Wij zijn van mening dat bij fundamentele veranderingen ten aanzien van de thematische dragers, functies en of verbinders die in de stukken genoemd worden, de raad aan zet is om hier iets van te vinden. Wij horen dan ook graag van het college of zij bereid zijn ons te garanderen dat op het moment dat een van de fundamentele dragers van de stukken veranderd moeten gaan worden, om wat voor reden dan ook, de gemeenteraad van Brunssum op de juiste manier in staat wordt gesteld haar kaderstelde en controlerende rol te waarborgen. En wij willen graag zien dat op het moment dat wij instemmen met dit stuk, wij niet een carte blanche hebben afgegeven. Wij hopen dat u dit kunt bevestigen. Volgens daarmee komen we tot een afronding van de eerste termijn. En samenvattend zien wij als VVD Brunssum ook de kansen die de nieuwe visie en de bijhorende uitvoeringsplannen met zich meebrengen. Wij realiseren ons ook dat in Brunssum gesnakt wordt naar het ontwikkelen van ons centrum, dat in een schrikbarend tempo aan het leeglopen is en aan het verloederen. In dat kader zijn wij ook voornemens om constructief en meedenkend te zijn. Voorwaarde voor ons is dan wel echt dat onze geuite zorgen, zoals die net zijn gedaan, op een gepaste manier beantwoord worden en ook kunnen worden weggenomen. Op dat moment denken wij dat het belangrijk is dat wij als gemeenteraad gezamenlijk proberen op te trekken, net zoals dat ook in het verleden is gedaan met de oude plannen, waar eigenlijk op één fractie na de andere fracties konden instaan. Tot zover in eerste termijn. Dank u wel, meneer Van Dijk, voor uw inbreng eerste termijn. En ik ga nu door naar de heer Gerards van de BCD. Ja, dank u wel, voorzitter. Het college vraagt ons de Centrumvisie 2020 als beleidskader vast te stellen, evenals het uitvoeringsprogramma Centrum 2020-2026 en verder de grondexploitatie van het ei met een tekort van 2.222.000 ook vast te stellen en de vrijval van leasevoorziening 16 miljoen om te zetten ten behoeve van het uitvoeringsprogramma Centrum 2020-2026. Tot zover lees ik even het raadsvoorstel voor. Voorzitter, laat ik even teruggaan in de historie en de uitspraak van Johan Cruijff ter hand nemen. Elk voordeel, zei hij, heeft zijn nadeel. Maar voor mij is dan het omgekeerde ook waar. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Want voorzitter, ik kan me nog goed herinneren, en met mij ook wethouder Mertens, dat zo'n 20, 25 jaar geleden de toenmalig wethouder Akkermans met een bus vol raadsleden en betrokken ambtenaren richting Nijmegen vertrok om te kijken naar de Koopgoot als nieuw winkelgedeelte aldaar. Een voorbeeld toen in den landen. Plannen echter die in Brunssum in de kast bleven liggen voor een nieuw winkelcentrum. En zoveel jaren later veranderden die plannen in een nieuw plan met doorsteek dat ook echter stokte door een kort van de tweede trekker, maar ook door een te groot winkelsegment. Voorzitter, waren de plannen van toen gerealiseerd, dan had Brunssum immers nu ook in de spreekwoordelijke Koopgoot gelegen. Immers, door voortschrijdend inzicht, kunnen we wel stellen dat retail nu veel anders is en nooit meer wordt zoals het is geweest. En daarom gaat deze visie dan ook uit van een toekomstig bestendig en vitaal centrum van inwoners, ondernemers en bezoekers. En in deze visie wordt uitgegaan van drie thema's, ze zijn al benoemd, namelijk ontmoeten, wonen en diensten. Een woonprogramma dat aansluit bij de markt. Een internationalisering. Een joint force meer betrekken bij de centrumplannen. En voormalig burgemeester Leers heeft daar een goede stap gezet door Joint Force Command daar goed bij te betrekken.
En we hebben ook vol vertrouwen in onze nieuwe voorzitter, onze burgemeester, dat de verhoudingen met Joint Force Command heel goed zijn en dat deze plannen ook werkelijk gaan uitgevoerd worden. Verder het leisure and pleasure concept. Men gaat niet meer alleen naar de stad om te winkelen. Als we bijvoorbeeld lezen dat er een food court komt, een bioscoop, een bowlingbaan en een familie fun center, dan kunnen wij daar alleen maar tegen zeggen chapeau. En natuurlijk moet er ook een goede evenementenkalender komen, zodat er steeds reuring in ons centrum is. En het is al genoemd, vergroening van het centrum, het verbinden van de 5 stadstuinen, zodat alles één geheel wordt. Één groot centrum waar het smullen is, als het ware. En natuurlijk ook sloop en transformatie, het is ook al genoemd, spelen een belangrijke rol. Natuurlijk ook de verkeers- en vervoersbeleid rondom het centrum zal weer uitgewerkt moeten worden. En voorzitter, natuurlijk is dit een visie waarbij je een uitvoeringsplan hoort dat 2020-2026 voor ogen heeft. Een visie is een streven en niet in beton gegoten. Een bijstelling is bij een visie altijd mogelijk. Het oude raadhuis, het is net even genoemd. En ik wil nog maar even het college meegeven dat in het verleden ook al eens ernaar gekeken is om daar bijvoorbeeld een hotel van te maken. Maar het werd toen als het ware toch van de tafel gehaald. Men vond dat eigenlijk niet kunnen. Maar de tijden veranderen, dus wat dat betreft, ja, je moet natuurlijk alles meenemen in je beraadslagingen. Lopen we ook risico's? Ja, die zijn er en die worden ook benoemd in dit raadstuk. Het grootste risico dat we echter lopen is niets doen, waardoor Brunsum haar levendigheid verliest en langzaam, en dat is een heel raar woord, doodsterft. Daar waar separate besluitvorming nodig is, zal het college terugkomen naar de raad. Bovendien worden we financieel en inhoudelijk geïnformeerd door het college via de PNC-cyclus, auditcommissie enzovoort. Voorzitter, wij wensen Brunsum een prachtige toekomst en zeggen college, ga aan de slag. En dan wil ik afsluiten met een uitspraak die ik gisteren hoorde van Merle van Bruning. Alles wat u niet probeert, mislukt sowieso. Dus dat vond ik wel gepast om het hier nog even te berden te brengen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Gerards. Het is inderdaad een hele mooie uitspraak. Ik zal hem onthouden. Ik geef voor de eerste termijn het woord aan de heer Lurke van de SP. Dank u, voorzitter. Geachte aanwezigen, aan onze stem in dit dossier hebben heel wat overwegingen en bedenkingen de revue gepasseerd. Daarbij is telkens gewikt en gewogen. Laat ik beginnen met de aankoop van de panden nog voordat de centrumvisie er lag. Sommigen noemen het proactief. Anderzijds had de raad hierin meer meegenomen kunnen worden. En is er de indruk dat er maar wat gedaan wordt. Dit verdient misschien niet de schoonheidsprijs, maar gedane zaken nemen nu eenmaal geen keer. Het volgende is dat de financiering, zoals wij het raadsvoorstel lezen, nog niet helemaal rond is. En het bedrag is niet te min. 14,8 miljoen, weliswaar uitgesmeerd over een langere periode, maar toch. Daartegenover staat een goede reservepositie. En nog veel belangrijker dat het centrum al 15 tot 20 jaar een leegloop onderhevig is. Door de hoge huren en het toegenomen online shoppen, inderdaad. Het centrum wordt er nog groener en nog minder somber op. En veel brandstofmachines zien de verloedering met lede ogen aan. En klachten zijn ook niet verbazingwekkend. Vooral ook omdat er al minstens 12 jaar over gepraat wordt. Voor ons als SP is het verder van belang dat er iets aan de krimp en vergrijzing wordt gedaan door jongeren aan te trekken. Iets waarop deze visie ook inzet. Op de eerste plaats zijn woningen daarbij belangrijk. Zowel sociale huurwoningen, maar ook middeldure woningen voor jongeren. Mensen met een laag inkomen en 2 verdieners met een gezin. Die allemaal vanwege de inkomensgrens tot de vrije huursector zijn veroordeeld. Ons is verzekerd dat woningen in alle prijsklassen in voldoende mate aanwezig zullen zijn. Dus zijn we positief. Het leisure aspect vinden we echter ondermaats. Die bioscoop en bowlingbaan zijn leuk, maar ja, wat komt er verder nog om het centrum levendiger te maken?
Ook zijn de invulling van de BIOS en de bowlingbaan niet duidelijk. Wanneer komt er meer duidelijkheid over dan? Verder kan er zeker meer gedaan worden om startende ondernemers en jongeren te trekken. En daarover dienen we dus nu bij deze een motie in over een onderzoek naar een experiment met start-ups. Dit is niet hetzelfde als de stichting Streetwise uit Heerlen, die gemeentes ondersteunt met flankerend beleid, optimalisering van retailstructuurvisies en begeleiding van ondernemers. Deze motie gaat over het bieden van een locatie met een betaalbare huur voor startende ondernemers. Dit omdat ondernemers onderuit gaan door huren die naar hun mening al lang niet meer in verhouding staan tot hun omzetten. Door in eigen hand te houden ben je niet afhankelijk van een derde partij, bepaal je zelf de hoogte van de huur. Zo maak je het in startende ondernemer makkelijk met een laagdrempelige instap. Het gaat dus nadrukkelijk niet over het begeleiden van ondernemers zoals bij Streetwise. Iets soortgelijks als wat wij willen bestaat bovendien al. Carbon 6, oftewel het oude CBS-gebouw in Heerlen. Terug naar het centrumplan, CQ-visie. Dat is er in 2008 gekomen en ligt ver achter. Deze visie is een herijking, zei het met mitsen en maren, zoals ik net heb benoemd, met de zorg van de Brunsumer in het achterhoofd en een wens tot verandering, lijkt de SP onwenselijk dat het dossier centrum nog langer blijft liggen, eventueel tot in een volgende raadsperiode zelfs. Tot zover mijn eerste termijn. Dank u wel, meneer Lurken, voor uw termijn, eerste termijn inbreng. En ik ga door naar de heer Scheffers van de lijst Borger. Dag de voorzitter, college en raad. Kijk, Brunsum is al jaren bezig met de ontwikkeling van een centrumvisie. Echter verder dan een visie is het eigenlijk nooit gekomen. Het wordt dan ook tijd dat er daadwerkelijk werk van gemaakt wordt. En dat voorzitter, raadsleden en burgers van Brunsum, maar zeker ook de ondernemers van het centrum. En dat gaan we dus hier vandaag doen. Stappen zetten voor Brunsum. Oude zaken oplossen en achter ons laten en met een wijde blik naar voren kijken. Nieuw positief elan met een brede inbreng van belanghebbenden. En dat is de burger en waarbij de ondernemer ook centraal staat. De grote doorsteek naar het Koude Veld met nog meer winkelruimte was van het begin af aan eigenlijk al niet haalbaar. Want dat was dus gewoon bouwen voor meer leegstand. De provincie Limburg, die staat nummer 1, en het is dus niet alleen Brunsum, het is gewoon een nationaal probleem. Limburg staat gewoon nummer 1 van alle provincies qua leegstand. En dat is dus meer dan 10%. Brunsum wil zich gaan profileren als woonstad en daar zijn veranderingen voor nodig. Je zult de burgers moeten faciliteren en vooral moet men zich thuis voelen in Brunsum. En dat creëer je door te investeren en vooral ook te luisteren. Wat wil onze inwoner? Samenwerken met de Joint Force Command is hier dan ook van groot belang. Er werken 2000 personen en dat is alleen exclusief familie. En deze mensen hebben ook hun wensen. En dat geeft natuurlijk ook een economische boost als ze vaker in ons centrum zouden inkomen en vertoeven. Voor onze militaire inwoners van Brunsum wordt gedacht aan bijvoorbeeld een International House, waar verschillende activiteiten kunnen plaatsvinden. Maar variatie is hier dan ook het sleutelwoord in. We moeten goede bankfaciliteiten hebben, goed sportaanbod, breder winkelaanbod. Misschien inderdaad die bioscoop, de bowlingbaan, meer groen in het centrum en natuurlijk een prettig woonklimaat. Dus we moeten investeren in de toekomst van Brunsum. Dat gaan we doen door een groot deel van de retail in het centrum om te vormen naar woningaanbod, wat de leegstand dan ook zal verminderen. En dat moet dan ook gaan gebeuren in samenwerking met Streetwise, ondernemers en de vastgoedeigenaren. Met name in de Kerkstraat Noord zal dat plaatsvinden. En Lijs Borger die vindt dan ook dat bewoners en ondernemers, specifiek dan ook de ondernemers in het noorden van de Kerkstraat, maar ja goed, ook natuurlijk centrumbreed, als collectief
Die moeten hierin meegenomen worden. Verder zijn wij, is Lijsborg dan ook een groot voorstander dat de Kerkstraat Noord onderdeel van de promenade moet blijven. Kijk, de visie daarover is mooi, maar we zijn er niet van overtuigd dat dit een oplossing is. We denken eerder dat dit bijvoorbeeld een verslechtering is. Aan de rand van het centrum, dus de Raadhuisstraat, Kloosterstraat, Lindeplein, daar zullen woningen gebouwd gaan worden. Alles samen goed voor 255 woningen. Uiteraard moet dit natuurlijk wel allemaal duurzaam gerealiseerd moeten worden. En dat kan alleen maar met onze partners, en dat zijn dus de provincie Limburg, de stadsregio Parkstad, Weller en Jonge. Daar zijn nieuwe en goede afspraken mee gemaakt. En die zouden deze visie, CQ-project, tot een succes kunnen maken. En dan als laatste, mevrouw de voorzitter, als de derde tranche van de regio-deal goed uitpakt, dan krijgt de Rumpelenstraat eindelijk ook een transformatie, want het blijft toch de belangrijkste straat richting centrum. Tot zover, Lijsborger in eerste termijn. Dank u wel, meneer Scheffers, voor uw inbreng in de eerste termijn. Ik ga naar de heer Offermans van de Partij van de Arbeid. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, eindelijk. Voorzitter, met die woorden begon het betoog van de Partij van de Arbeid Brunsum een jaar geleden ook al. Toen ging het over zonnepanelen in beschermd stads- en dorpsgezicht, een lang verwacht stuk. Vandaag gaat het over de nieuwe centrumvisie voor Brunsum. Wederom een lang verwacht stuk. Want voorzitter, reeds in 2008 werd het masterplan centrum vastgesteld. En niet heel veel later, februari 2010, stelde de Raad het bestemmingsplan centrum vast. Vervolgens, in 2012, gaf de Raad haar akkoord aan de samenwerkingsovereenkomst Kouteveld het IJ-doorsteek. En voorzitter, dat besluit in 2012 over die samenwerkingsovereenkomst waar we vandaag al veel partijen over gehoord hebben, werd op één partij na unaniem aangenomen. De Raad ging bij brede meerderheid akkoord met die samenwerkingsovereenkomst. Wederom in 2012 werd het bestemmingsplan doorsteek ook vastgesteld en daarna is nog een keer herziening eroverheen gekomen met een paar kleine aanpassingen. Dat was in 2015. Voorzitter, dat moment in 2015 was ook meteen het laatste moment dat de gemeenteraad om besluitvorming is gevraagd over een nieuw te ontwikkelen plan in het centrum van Brunsum. Tot vandaag. En u vraagt iedere Brunsumer zich af of er dan helemaal niets gebeurd is in de periode tussen april 2015 en vandaag. Daarop is mijn antwoord natuurlijk wel. Reeds in 2015 leefde het besef dat de planning en het aantrekken van die tweede grote winkelketen mogelijk niet gehaald zouden worden. En al in 2016 werden gesprekken gevoerd over een eventuele herijking van het oude centrumplan. Sinds medio 2018 werd er al gestart met het inloophuis op de Kerkstraat. Dus ook dat is inmiddels al 2 jaar geleden. En in dat inloophuis kon iedereen die dat wilde zijn mening geven over het centrum van Brunsum. Voorzitter, zo ging ook de Partij van de Arbeid Brunsum naar het inloophuis. Precies een jaar geleden zaten wij daar met een kop koffie tot in de late uurtjes onze visie voor het centrum van Brunsum te bespreken, met het extern ingehuurd bureau. En net als velen die zich daar destijds gemeld hebben, zien wij en zullen velen iets terugzien van wat zij in dat inloophuis achtergelaten hebben. De visie is immers een stuk geworden dat nog heel veel ruimte laat voor eigen invulling. Een beetje zoals een horoscoop, waarin iedereen wel iets van zichzelf herkent. Vandaar ook dat er vandaag niet alleen een visie, maar ook meteen een uitvoeringsprogramma ligt. Voor de eerste 5 jaar probeert dit college daarmee alvast aan te geven welke deelprojecten prioriteit hebben en welke kosten daarmee gemoeid zijn. Tekenen bij het kruisje, alstublieft. Maar precies bij dat laatste zit wel ook het bezwaar van de Partij van de Arbeid Brunsum, voorzitter. Deze coalitie is sinds haar aantreden eind 2017 aan de slag gegaan met nieuwe plannen voor het centrum van Brunsum. Maar zij is in al haar haast wel vergeten wat in haar eigen coalitieprogramma staat. De Raad is aan zet en de Raad wordt in positie gebracht. Van dat laatste is in dit geval zeker geen sprake geweest. Nooit kwam immers de vraag of de samenwerkingsovereenkomst die door de Raad bekrachtigd is, ontbonden mocht worden.
Nooit zag de Partij van de Arbeid Brunsum een startnotitie om een nieuwe visie voor het centrum van Brunsum te laten maken. Nooit heeft de gemeenteraad de vraag gekregen zo'n nieuwe visie vast te stellen. En nooit heeft de raad een opdracht gegeven aan het college om een uitvoeringsprogramma op te stellen. Tot vandaag. Een gemiste kans en niet zoals u in het coalitieprogramma beloofde. Tijdens een aantal informele sessies hebben we in verschillende samenstellingen een aantal keren plannen gezien. Maar in de loop der tijd waren geen twee presentaties hetzelfde. De paar keer dat wij verbeeldingen van het nieuwe centrum te zien kregen, zag het plan er iedere keer anders uit. Waren de woningaantallen iedere keer anders. En leek het vooral een zoektocht om tot een sluitende business case te komen. En aan het eind van een van die presentaties werd ons de vraag gesteld of wij het toen gepresenteerde plan mooi vonden. Nou, voorzitter, mooi is minder belangrijk als het gaat over zo'n groot plan. Het moet vooral kloppen. En daarna mag het mooi zijn. Eerst de basis, dan de extra's. Voorzitter, een paar vragen die wij daarom over dit plan nog hebben. Wij lezen in het uitvoeringsprogramma dat het college het heeft over een veranderde behoefte aan woningen. Zo stonden er in eerste instantie in het programma 67% aan sociale huurwoningen, sociale woningbouw. Daar is nu nog maar 20% van over. En laat ik u dan zeggen dat die sociale woningen die er nog in het plan zitten, feitelijk al gebouwd worden op dit moment. Dat zijn namelijk de 50 appartementen langs de Pastoor Savelbergstraat. In het nieuwe plan dat voor ligt, zitten precies 0 sociale huurappartementen. Wil de gemeenteraad dan echt geen diversiteit in ons centrum en hebben we het alleen over middeldure en dure huur en koop? Voorzitter, kunt u mij aantonen welk onderzoek heeft aangegeven dat er veel minder behoefte is aan sociale woningbouw in het centrum van Brunsum en veel meer aan middeldure en dure huur en koop? Graag specificatie en graag verstrekken aan de raad, want het is niet bijgevoegd bij dit stuk. Voorzitter, dan de omgang met onze partners in oude plannen, maar ook in nieuwe plannen. De SOC, de samenwerkingsovereenkomst die wij destijds aangegaan zijn, deden wij samen met Jonge Projectontwikkeling en woningstichting woningcoöperatie Weller. Voorzitter, met Jonge en met Weller hadden wij de oude SOC af te wikkelen en daar is dit college mee aan de slag gegaan, zoals ik zojuist al aangaf. Maar het contact met Weller is in de loop der tijd, zeker bij de ontwikkeling van dit nieuwe plan, compleet verwaterd. Sterker nog, Weller geeft aan niet eens meer geïnformeerd te zijn over hoe het huidige plan eruit ziet. Voorzitter, ook wel een vraag, en dat heeft wellicht met mijn bouwkundige achtergrond te maken, maar wij hadden hier te maken met in het oude plan met een van de bekendste en grootste architecten die Nederland rijk is, Sjoerd Soeters. En ik wil de lokale, regionale architecten die het nieuwe plan gemaakt hebben echt niet tekort doen. Maar we zijn voor mijn gevoel wel heel snel overgestapt van een van de bekendste architecten van Nederland naar laten we een van de lokale, regionale architecten vragen om eens even met een nieuw plannetje te komen. Is daar goede afwijking geweest hoe het plan van de heer Soeters aansluit op het nieuw architectonisch plan dat er ligt? Voorzitter, en als je dan in de ontwikkeling van deze centrumvisie andere woningcoöperaties gaat benaderen of zij deelgebieden willen ontwikkelen voor de gemeente Brunsum, die woningcoöperaties de handdoek oppakken, daadwerkelijk aan de slag gaan met de ontwikkeling, althans de voorbereiding daarvan, en vervolgens halverwege dat proces te horen krijgen, stop er maar even mee, want we gaan het woningaantal en de verdeling van huur en koop en goedkoop en duur gaan we op de schop gooien, dan komt dat niet heel betrouwbaar en professioneel over richting een van die belangrijke partners van onze gemeente. En zeker niet als je dan de aantallen hebt aangepast en weer terug op de deur klopt, wilt u misschien toch weer doorgaan met die ontwikkeling. Dus voorzitter, wel ook even de vraag op welke manier nou aan relatiebeheer met al die partners in dat oude plan en in het nieuwe plan omgegaan is. Voorzitter, dan nog een vraag vanuit het perspectief van de gemeenteraad. En ik hoop dat die gesteund wordt door zoveel mogelijk mensen. Ik ben benieuwd of er met deze nieuwe visie en dit uitvoeringsplan ook een nieuw bestemmingsplan opgesteld moet worden. Ik zou graag willen weten of daar al mee gestart is
En ik zou er graag op willen wijzen dat voordat er gestart is, als dat niet al gebeurd is, er eerst een besluit door de gemeenteraad genomen dient te worden. Dus dit zijn feitelijk twee vragen. Moet er een nieuw bestemmingsplan komen? En zo ja, gaat de raad daar dan aan de voorkant over besluiten? En dan de laatste vraag die ik heb is of de verschillende deelprojecten die in het uitvoeringsprogramma zitten ook nog langs de gemeenteraad komen voordat ze daadwerkelijk uitgewerkt worden. Want nu zijn het schetsen, dadelijk worden het plannen. Voorzitter, laat ik afsluiten met een positieve noot, want dit plan is niet per se slecht. De kritische kanttekeningen van de Partij van de Arbeid beperken zich tot een aantal vragen en met name hoe zat het nou met de afwikkeling van het oude plan en het opstarten van het nieuwe plan? Is de raad voldoende meegenomen in de besluitvorming? Voorzitter, de kritische kanttekening heeft de heer Van Dijk van de VVD ook al gesteld over de aankoop van die panden. En ik hoop daar inderdaad een antwoord ontvangen dat wij in oktober daar nog uitgebreid over komen te spreken. En ik zou dan af willen sluiten met de woorden dat deze visie uiteindelijk goed is voor de ontwikkeling van het centrum van Brunssum. En ik hoop dat wij daar als gemeenteraad als geheel achter kunnen gaan staan, zodat we ook daadwerkelijk weer verder kunnen. Voorzitter, daar zou ik het in eerste termijn bij willen laten namens de Partij van de Arbeid Brunssum. Dank u wel. Dank u wel, meneer Offermans, voor uw eerste termijn inbreng namens de Partij van de Arbeid. En dan kijk ik nu naar de heer Klaus van het CDA voor de eerste termijn inbreng. Centrumvisie Brunssum. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Nou, eigenlijk het vele is al gezegd geworden en ik zal er meteen op aansluiten. De centrumvisie, misschien toch alweer de zesde of de zevende, ja. We zijn er heel druk mee in Brunssum, maar ook in andere steden. Maar wat snakken wij als Brunssummer naar een gedegen invulling van ons centrum? De visie die nu voorligt, biedt ook heel veel kansen voor Brunssum. Ambitieus, maar ook realistisch. Ook wij van het CDA zien een florerend centrum als een verbindende factor voor haar burgers. Het centrum waar niet alleen vraag en aanbod bij elkaar komen, maar waar ook de mensen elkaar ontmoeten. De wereld verandert snel. Heel snel. Door globalisatie en handelsovereenkomsten hebben wij een consumerende markt gecreëerd ten gunste van de grote bedrijven. Zoals Apple en Amazon, Albert Heijn, etc. Ons koopgedrag is ook dientengevolge sterk veranderd. En door verdere digitalisatie en door de komst van webshops kunnen we alles vanuit onze luie stoel laten binnenkomen. Van bloemen tot aan voedingswaren, van kleding tot meubels. One click away. Waarom nog de moeite doen om erop uit te gaan wanneer het vaak goedkoper, soms duurzamer en gemakkelijker is dan naar een winkelcentrum te gaan? Daar waar je toch omver wordt gereden door scooters, fietsers en waar je geconfronteerd wordt met mensen die je tijd hebben of niet op een beurt willen wachten. Daar waar in veel steden niets te beleven is en waar er meer kappers en opticiens zijn dan leuke, vermakelijke, nostalgische beleefwinkels. Daar waar je oog in oog staat met een vriendelijke verkoper of verkoopster. En waar je product nog kan zien en waar het tastbaar is. Als politiek kunnen wij niet in de glazen bol kijken en voorspellen hoe het er over 10 jaar uit gaat zien. In hoeverre kunnen wij koopgedrag stimuleren dan we manipuleren? Hoe kunnen wij als politiek inspelen op deze markt waar vraag en aanbod bij elkaar komen, maar die tegenwoordig veelal bepaald wordt door de huisjesmelkers, grootgrondbezitters en beleggers? We zijn dus zeker een voorstander van een bloeiende en groeiende centrum die tegemoetkomt aan de wensen van haar inwoners, maar daarnaast ook het te bieden heeft. Een inkoopcentrum moet de beleving zijn om er te komen, waarbij ook het openluchttheater mooi aansluit op deze visie. Gezellige terrasjes, nu iets moeilijker blijkbaar. Gezellige boutiques, maar wel op een gelijkwaardige basis, waarbij de huren niet te hoog zijn en de huisbaas meedenkt en op deze manier mee kan groeien in de omzet. Daarnaast mist de ondernemer een duidelijke communicatie met de gemeente. En daarover sprekende zijn er ook een aantal bewoners die niet of weinig worden geïnformeerd over de plannen betreffende deze centrumvisie en de te realiseren hoogbouw die daarmee gemoeid zijn. Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar de bestaande woningen en de visie die er ligt op het gaan nieuwbouw voor hoogbouw, kunnen we het een en ander constateren uit de stukken die voorligden. We gaan bijvoorbeeld uit van de 40 tot 50 wooneenheden. En met begrip van meneer Gert Simonis van Simonje dat men denkt aan 2 woontorens van 6 tot 7 verdiepingen hoog. Er staan ook pal getekend op de daktuinen van IJsstaten, waar pas nu inwoners zitten. Maar wanneer men denkt aan 7 verdiepingen, vragen wij ons af
of dit het woongenot binnen Brunssum, van de beide complexen zal vergroten. Wij denken dat voor deze te bouwen eenheden 4 tot 5 woonlagen afdoende zal zijn binnen deze bouwplannen. Zeker wanneer men gaat kijken naar de panden die nog gebouwd gaan worden aan de Kerkstraat. Op het moment moeten we dus deze visie vaststellen en zien we ook heel veel goede dingen die absoluut een meerwaarde kunnen vormen voor Brunssum. Maar we moeten ook helaas constateren dat er haken en ogen zitten aan de procedure die momenteel wordt gevolgd. En wij als raad krijgen voor onvolledige informatie betreffende een strategische aankoop die door de gemeente is gedaan, ten behoeve inderdaad van het aanpakkende centrum. En zonder deze informatie die ons inziens toch betrekking heeft op de plannen voor het centrum, kunnen en mogen wij als raad vooralsnog geen visie vaststellen. Wij hopen dan ook dat de gehele raad tot de conclusie komt dat wij, gezien de transparantie die ook het college uitdraagt, moeten wachten op de gehele informatie omtrent de aankopen die destijds zijn gedaan. Tot voor zover mijn eerste termijn. Dank u wel, meneer Claus, voor de inbreng van de eerste termijn. Ik ben nu aan het einde van de eerste termijn. Ik heb een aantal vragen gehoord van verschillende portefeuillehouders. En voordat ik overga om het woord terug te geven aan wethouder Mertens, even een moment van orde. U heeft allemaal een mail gekregen van de Griffie, waar ook niemand negatief reactie op heeft gegeven, waarbij het besluit mondeling geamendeerd wordt in het kader van het bekrachtigen van de geheimhouding van een aantal stukken die hierop liggen. Dat zal ik straks ook in stemming brengen. U heeft die mail gehad en ik wilde hem daarom even onder uw aandacht brengen. Mocht het zijn dat u die niet bij de hand heeft, dan kunnen we hem nog even doorzetten naar u, de nummers van de stukken. Dat heeft te maken met economische en financiële belangen van de gemeente, zoals genoemd in artikel 10, lid sub 2 van de wet openbaarheid van bestuur. Dat zal ik straks ook meenemen. Mocht het zijn dat u ze niet helemaal weer op het netvlies hebt, zal ik daartussenin straks even schorsen. Ik zie een hand van meneer Snakkers. Ja, u mag... U moet me even helpen, voorzitter. Een mail, is dat een mail van vandaag die we hebben gekregen? Dat is een mail van de Griffie. Dat is een mail van de Griffie, die, ik weet niet de datum wanneer die gestuurd is, van 10 september. Vandaar dat ik hem nu ook even onder de aandacht breng. Mocht het zijn dat we straks naar de besluitvorming overgegaan, kan het best even zijn dat ik schors dat u allemaal de mail weer op het netvlies heeft over welke zaken het gaat, voordat ik overga tot stemming over die geheimhouding. Dus het gaat over een mail van 10 september. Meneer Van Dijk. Oké, dan ga ik even kijken. Prima, meneer Van Dijk. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ook nog even een technische vraag. Ik had de mail namelijk wel op het netvlies staan en ben op een gegeven moment ook gaan kijken hoe het zat met die stukken. En ik heb toen geconstateerd en ook aangekaart bij de Griffie enkele dagen later dat deze stukken nog steeds beschikbaar waren bij de IBAB's commissievergadering. Ik weet dus niet hoe dat technisch zit, of wij alleen als raadsleden aan die stukken op dat moment kwamen of ook commissieleden. Maar anders ben ik even benieuwd wat de status van die geheimhouding nog is. Op het moment dat er natuurlijk eigenlijk al derden ook aan deze stukken hebben kunnen komen en wij daar nu geheimhouding op gaan leggen. Dus ik was daar wel nog even leggen. Dus ik was daar toch nog even benieuwd naar. Die hebben op IBAB's gestaan, maar met een slotje. En dat betekent dat alleen bevoegde raads- en commissieleden deze stukken hebben kunnen lezen, conform wij altijd die stukken presenteren. Dus daar zat een slotje op, zodat derden er niet bij konden. Nee, oké, maar ik bedoel even met derden zijn natuurlijk ook raadscommissieleden. Commissieleden die natuurlijk geen geheimhouding kunnen bekrachtigen, toch? Dus in jawel, commissieleden, kijk even naar de Griffie, die geeft mij aan, die hebben ook de geheimhoudingsplicht. Oké, dus dan als wij het nu bekrachtigen, dan geldt dat automatisch ook voor de commissie. Hun met terugwerkende kracht. Maar leggen ze het goed voor de Griffie om dat dan wel nog heel eventjes een keer extra onder de aandacht te brengen als we dat dadelijk bekrachtigd hebben? Dank voor die opmerking, zullen we zeker doen. Er zijn vragen gesteld met betrekking tot overlast en de panden. Die zal ik voor mijn rekening nemen, ook van GFC en USAG zal ik daarin meenemen. Er zijn met betrekking tot bestemmingsplan en de visie aan zich aan wethouder Mertens vragen gesteld en aan wethouder De Rijken met betrekking tot Streetwise. Dus ik ga even eerst terug naar meneer Mertens. Wethouder Mertens, aan u het woord. Dank u wel. Als eerste vraag van het PAC over de intentieverklaring. Daar is verder nog geen uitvoering aan gegeven. Dit wachten natuurlijk op die centrumvisie. De raad de centrumvisie vaststelt, dan kan alles ook verder in uitvoering gezet worden. Dus daar kan ik nog geen antwoord op geven, want we hadden nog geen centrumvisie vastgesteld.
Ik denk dat daar uw vraag mee beantwoord was, meneer Jansen. Oké, dan vragen van voorzitter. De VVD. Voorzitter. Ja, wil wethouder Mertens even de ruimte geven om alle vragen te beantwoorden. En in de tweede termijn kunt u daar ook weer op terugkomen, want anders met interrupties krijg ik de tweede termijn niet helder op het netvlies. Dus even... Ik wilde dit precies zo voorstellen. Dank u wel. Oké. Kijk, dat de raad erbij betrokken wordt, dat is heel erg logisch. Kijk, het is een visie. En van alle ontwikkelingen is het logisch dat de raad daarin meegenomen wordt. Ook in, er moet ook een bestemmingsplan nog vastgesteld worden, wat de heer Offermans zei, natuurlijk. En dat stelt u vast. Hè. Dat is de raad is dat aan zet. De vraag, de koppeling met de panden, aankoop van de panden van Egem in deze visie, maakt daar geen onderdeel van uit. Dus, maar daar komt de burgemeester nog op terug. En openbare discussie in oktober over het stuk wat dan voor ligt. Het onderzoek, ja natuurlijk, we hebben niks te verbergen. Dus dat kan ik ook met ja beantwoorden. Ik denk dat dat dan heel erg belangrijk voor u is. Bedreigingen. In het centrum, het imago van Brunsum en handhaving. Ja, dat wil ik dus toch aan de burgemeester overlaten. Het oude raadhuis, ja, daar doen wij dus niks mee. Er gaan een hele hoop verhalen. Dat heb ik ook in de commissie al gezegd. De raad beslist wat ermee gebeurt. Dus als er plannen zijn en niemand anders. Dus u als raad, hoogste orgaan, beslist wat ermee gebeurt. Dus daar gaan wij ook niks mee doen. Zonder dat de raad een besluit heeft genomen. Kijken. Meneer Van Dijk, ik geloof dat ik uw vragen dan een beetje al gebundeld beantwoord had. Of anders moet u me even helpen. Ik denk voor de verdeling zoals die net gemaakt is, dat u ze inderdaad beantwoord heeft. De rest zal de burgemeester dan beantwoorden. Ja, begreep ik. Dank u wel. Wethouder Rijk, aan u het woord in het kader van Streetwise. Ik hou er niet even op de Streetwise en dan ik denk dat ik ook even op de motie moet, burgemeester. Ik denk dat ik ook even op de motie moet ingaan. Jazeker, het zou heel fijn zijn. Wat Streetwise betreft, door de VVD aangehaald, dacht ik al alleen even. Maar om dat wat te intensiveren, niet eens wat te intensiveren, maar goed te intensiveren. Omdat er vanuit Streetwise meer uitgehaald kan worden, zoals u zegt, dan wat er op dit moment gebeurt. U verwijst naar een aantal andere steden. En als ik denk dat u op uw wenken, in principe op uw wenken bediend wordt. Ook wij waren daarvan overtuigd op het moment dat het centrumplan klaar of door u wordt geaccordeerd, om ook het vervolgstap te gaan maken om de intensivering van het werven van start-ups. Het werven van start-ups te intensiveren. Dus we hebben eigenlijk een plan liggen om. Nee, we hebben niet een plan liggen. We hebben het idee liggen. En dat zal met de begroting dadelijk ook onderbouwd worden. Dus de middelen daarvoor. Om met Streetwise meer in te zetten in het centrum van Brunsum. Dus in feite, ja, we komen daar tegemoet aan uw verzoek. Als ik dan even mag kijken naar, of even mag ingaan op de motie van de SP met rondom experiment start-ups. Ik denk dat ik mag zeggen dat we blij mogen zijn met de aandacht die er is voor de ondernemers. Ik ben alleen een beetje bang dat ik moet aangeven dat deze motie toch overbodig is. Enerzijds. En ook nog ergens op het eind een passage inhoudt waarvan ik denk dat ik u moet ontraden. Maar laat ik het even uitleggen. Meneer Lurk, u gaf zelf aan dat u niet naar Streetwise kijkt. Dat u dat niet bedoelt met deze motie.
toch moet ik u zeggen dat u bij de constateringen die u in uw motie aangeeft bij punt 4, de vijfde en de zesde bullet, met name dat onderwerpen zijn waar Streetwise heel nadrukkelijk om de hoek komt kijken om start-ups te begeleiden. Als ik kijk, startende ondernemers, ja, het klopt wat u zegt. Ik heb ook even de verwijzingen van naar de internetpagina's gepakt. Een aantal starters stopt al vrij snel na de start. Als ik kijk naar hoe Streetwise de zaak oppakt met start-ups, met ze intensief aan de slag gaat, ze ook heel nadrukkelijk vraagt om een businessplan te maken. En met hun alle mogelijkheden en onmogelijkheden van hun plan doorspreekt. Vervolgens ook met de ondernemer samen gaat kijken naar het vastgoed, naar de eigenaar van het vastgoed. Gaat praten met de ondernemer samen, met de eigenaar van het vastgoed over eventueel de huurprijzen, zeker de mogelijkheid van ingroeihuren, denk ik dat daar met name op gestuurd wordt vanuit Streetwise, vanuit die aanpak, om die problemen te voorkomen. Dus ik denk dat, en dat bedoel ik met misschien wel overbodig is, dat daar op gestuurd gaat worden, zoals ik zo even al zei, omdat we de samenwerking met Streetwise willen gaan intensiveren. Vervolgens geeft u in uw verzoek aan het college aan dat u het vergelijk maakt met CBS of Carbon 6, waarbij u eigenlijk de gemeente oproept om eigenaar te worden van een panden, CQ-panden te huren, en die tegen aardige tarieven, goedkope tarieven, beschikbaar te stellen aan de startende ondernemer. Ik denk dat je dan al heel voorzichtig moet zijn dat je niet terechtkomt in een discussie van staatssteun. Van de andere kant, Carbon 6 is, zover ik het heb mogen vernemen, Carbon 6, zeker het oude CBS-gebouw, is een particulier initiatief. Als ik dan toch even de stap maak naar Brunssum, denk ik dat de werktuinen een vergelijkbaar initiatief is hier in Brunssum. En daar zijn nog op dit moment nog mogelijkheden om voor ondernemers om daar terecht te kunnen. En ik denk dat dat vergelijkbaar is. Dus even resumerend, ik denk dat gelet op de constateringen die u doet bij de punten bullets 5 en 6, dat we eigenlijk al tegemoet komen aan uw constateringen. En ik wil eventjes erop wijzen dat we wellicht in het dilemma komen van staatssteun, maar dat die mogelijkheden van net zoals de werktuin al in Brunssum ook aanwezig zijn. Dat zover even over de motie. Dank u wel, wethouder De Rijk. Dan kom ik als laatste met een aantal vragen die nog aan mij gesteld zijn als portefeuillehouder en die ik in ieder geval overgekregen heb van mijn voorganger. Ik begin even met de overlast. Reken erop dat ik overlast van jeugd voor andere mensen, onze inwoners in Brunssum, net zo erg vind als u. En ja, ik ben daarmee geconfronteerd in het begin van de coronatijd in maart, toen ik hier kwam. En nu is het nog zo. Alleen, het wordt wel minder. En we hebben een aantal dingen ook acuut gedaan. We hebben de straatcoaches ingehuurd. We zijn daarmee bezig. Ik heb echt regelmatig overleg met de politie. En het mooie nieuws is dat ik deze week kennis heb gemaakt van 2 van de 4 nieuwe wijkagenten die we in Brunssum hebben. Iedere wijk krijgt zijn eigen wijkagent. Ik ga ze aan u voorstellen en we hopen het team op 1 oktober volledig op sterkte te hebben. Dat betekent ook dat ik veel meer capaciteit kan inzetten op het verhaal van de overlast van de jeugd. Wij zien het teruglopen, maar we zien ook dat er een hardnekkige groep is die wel overlast blijft bezorgen. Vandaar dat we ook deze week gezamenlijk hebben gezeten en gekeken hebben wat kunnen wij nog meer doen en hoe kunnen we de groep splitsen in mensen die echt overlast veroorzaken en jongens en meisjes die wel buiten willen hangen en op andere manieren concreet invulling willen geven aan hun hangen, zoals we dat noemen met elkaar. Vandaag hebben wethouder Mertens en ik samen met Ger van der Wijs een gesprek gehad met iemand die een heel goed initiatief had, waarvan je kunt zeggen van ja,
Het is best gevaarlijk om het te ontwikkelen, om te kijken of het kan. Maar we hebben wel de ruimte aan elkaar gegeven. Ik kan er nog niet te veel over uitweiden, maar wel de ruimte gegeven om te kijken van... En kunnen we dus een vaste plek creëren waar een aantal jongens samen met het CMWW activiteiten kunnen ontplooien. Wethouder Lespoir, ik heb hem er nog niet over kunnen spreken. Hij hoort het nu voor het eerst. Eerst wordt daar direct bij betrokken en ook de scholen worden daarbij betrokken. Dus in dat kader zijn we aan de onderkant aan het kijken, van onderop aan het kijken van hoe krijgen we dat in grip? Hoe gaan we daarmee om? We hebben ook met wethouder Lespoir een aantal keer gesproken over contacten met Heerlen hierover, omdat het niet alleen onze Brunsumse jongeren zijn, maar ook uit Heerlen en met name ook Hoensbroek. We weten allemaal dat komende week, de 28e, wordt de nieuwe burgemeester van Heerlen beëdigd. We zullen ook op hele korte termijn met het voltallige college van Heerlen dit bespreekbaar maken. Ook bij SVBBL is het bespreekbaar gemaakt. Dat is de driehoek die wij met elkaar hebben. En het OM en de politie en aanpalende gemeentes. Daar hebben we het bespreekbaar gemaakt. Dat ook het OM bij ons aansluit in het kader van acties. En te kijken of we dit enigszins onder controle kunnen krijgen. Het is niet zo dat we het niet onder controle hebben in die zin dat het echt de spuigaten uitloopt, maar overlast en gevoel van overlast is bijna net zo erg als dat je het kwantificeert in een nummer of in een cijfer. Dus ik ben het met u eens, wij werken er heel hard aan en wij zullen u ook daarin continu bijspreken op de hoogte houden. Tot zover het punt overlast. En ik ben het terug naar de relatie naar het centrumplan. Zoals de heer Van Dijk vroeg. Ja, het is nooit leuk om in een centrum te wonen waar je heel veel exposure hebt en waar je heel veel goede dingen wil doen. En daar eigenlijk verziekt wordt door jongeren die daar misbruik van maken. Dus het heeft onze aandacht, het blijft onze aandacht hebben. Niet alleen in het centrum, in heel Brunsum voor en door de mensen van Brunsum, om het overlast op die manier echt te verminderen. Overigens, als wij de vier wijkagenten volledig in functie hebben, zal ik ze ook gelijk kennis laten maken met de raad en met de wijkteams. De panden van Egem, en ik begrijp uw gevoelen, zowel van de Partij van de Arbeid, VVD, maar ook van de andere commissie en van andere raadsleden. En ik wil die gevoelens ook, daar wil ik niks aan afdoen. Die zijn er en die mogen er ook zijn. En op uw eerste vraag, hè, van is het een legitimatie, daar zeg ik nee op. Dat weet u ook dat ik daar nee op zeg, want dat heb ik een aantal keren meer gezegd. En de tweede vraag die u aan mij gesteld heeft, van mogen wij daar openbaar over discussiëren in oktober? Ja, ik doe mijn uiterste best om het rapport op zo zeer kort mogelijk termijn, de onderzoeksvraag, beantwoord te hebben. We hebben hem beantwoord. We zijn hem nu in het rapport aan zich ligt daar nu in concept. We moeten daarnaar kijken. En we moeten even wachten tot er iemand terug is die het externe rapport kan goedkeuren, omdat het zijn rapport is en hij is op vakantie. Dat bij elkaar gebundeld geeft u inzage in alle stukken rondom die aankoop. Daadwerkelijk ook alle. Niet alle stukken zijn daarin openbaar, omdat het ook weer te maken heeft met geld, met middelen en met mensen. Die mag u wel allemaal inzien, maar de conclusies en de rapporten zijn voor u openbaar te bediscussiëren in de raadsvergadering van oktober. Dat met betrekking tot de aankoop van de panden van Egem. Dan heb ik nog één punt met betrekking tot de joint venture die mijn voorganger gemaakt heeft in het kader van de bowlingbaan en de bioscoop met GFC. Wij hebben twee dingen kan ik daarover zeggen op dit moment. Ik heb samen met een deel van het college afgelopen week een bezoek gebracht aan de nieuwe vestiging van USAG, dus de verhuisde vestiging vanuit Schinnen naar Brunsum. En ik ben deelgenoot gemaakt van de plannen in het kader van de uitbreiding die USAG heeft. En die hebben ook te maken met de samenwerking met GFC. Ik ben door, we hebben een wisseling van de wacht gehad in GFC, een letterlijke wisseling van de wacht. Ik heb contacten gemaakt, ik heb ook die joint venture onder de aandacht gebracht van het kan niet zo zijn dat dat nu een dode letter is die aan de muur hangt en dat was het met elkaar. Dat hebben we ook opgepakt samen en ik heb een inkijkje gekregen via het ministerie van Defensie. Ze zijn hier geweest, ik kan er nog niet al te veel over uitweiden, maar ik zal het presidium volgende week, want dan kan ik dat wel bijspreken hierover. De plannen die GFC heeft op de locaties waar ze nu zitten. En wat dat ook betekent in het kader van de joint venture en de ontwikkeling in het centrum van Brunsum.
die combinatie met elkaar, daar kan ik van zeggen, die ziet er hoopvol uit. En ik ben ervan overtuigd dat wij die joint venture ook kunnen uitvoeren met elkaar. Tot zover mijn beantwoording op de vragen, op de vragen die gesteld zijn. En ik wil doorgaan naar de tweede termijn. En dan wil ik beginnen bij de heer Klaus. En dan wil ik vragen of de heer Klaus een antwoord wil op zijn vraag die hij gesteld heeft aan de raadsleden. En anders zal hij de vraag, als dat zo is, zal hij de vraag opnieuw moeten stellen aan de raadsleden. Ik zie de heer Offermans met een interruptie. Ja, ik realiseer me dat mijn verhaal wellicht een wat lange inleiding had, maar ik ben geëindigd met een aantal vragen waar echt geen antwoord op gekomen is. En die vragen waren? Ja, ik neem aan dat de wethouder meegeschreven heeft. Dus, maar ik ga ze herhalen. Ja, dan geef ik het woord even terug aan de wethouder en dan stelt u de vragen. Ja? Ja, ik had het gewoon even doorgegeven, tussendoor een paar andere vragen beantwoord, maar ik heb uw vragen in ieder geval opgeschreven. Ja, maar ik had ze graag in eerste termijn beantwoord, zodat ik er in tweede termijn op kan reageren. Ja, en dat ga ik nu doen. Mooi. Hey, constant is er geraad geïnformeerd over een voortgang in het centrumplan. En inderdaad, er zijn verschillende visies. We hebben ook gezocht van wat is, zou de beste visie zijn. En die laatste visie was in onze ogen eigenlijk de beste visie. Kijk, we in het plan wat op de site stond met het langgerekte, compacte, robuuste gebouw. Ja, daar maak je denk ik niemand gelukkig mee. En ik denk dat ook omwonenden daar problemen mee zouden hebben. Dus daarom zijn we tot een, ik noem het even een eleganter plan met een mooi pleintje in deze visie gekomen. En presenteren wij nu deze ook. Kijk, een bestemmingsplan, natuurlijk moet een bestemmingsplan vastgesteld, nu bestemmingsplan vastgesteld worden. Kijk, en dat stelt u als raad vast. Dus daar zijn er tijd, wordt dit ook aan u aangeboden. Dus, en aan de voorkant meegenomen, hè? Zoals ook beloofd. over de woningen, welke woningen er komen. Kijk, je hebt over middelhuur en duurder huur. Er is een het woningmarktonderzoek wat STEK gedaan heeft. Geeft dus aan dat de grootste vraag is naar middeldure huur. Maar wij willen voor iedereen iets realiseren. Kijk, het zou natuurlijk niet goed zijn om te zeggen, wij doen dan ook alleen maar middeldure huur. Dus er wordt in ieder geval gekeken en samen met u, wat ik ook in mijn inleiding heb aangegeven. Kijk, we moeten dit samen doen en die moet in alles meegenomen worden en het er ook mee eens zijn. De draagkracht van de raad is enorm belangrijk, want jullie vertegenwoordigen de inwoners van Brunssum. Ben ik dan nog iets vergeten? De hoogte van de gebouwen, ja, daar. Hoe men daaraan komt, 6, 7 verdiepingen. Zo iets hebben wij nooit gezegd, dat weten we helemaal niet. Kijk, dat laten we ook, maar laten we ook een beetje aan de raad over. En wat is wenselijk? Kijk, als er aan de raad iets voorgelegd wordt in de voortgang, en bijvoorbeeld er wordt gezegd 3 of 4 hoog, dan willen we daar natuurlijk samen over discussiëren. Kunnen we het daarover eens zijn? Dus ik vind het heel erg belangrijk. Transparantie, openheid van zaken en dat wij het samen voor Brunssum doen. En ik doe het me ook goed hoe positief u er tegenover staat. Een pluimpje hiervoor. Kritische noten zijn heel erg belangrijk. Kijk, fouten worden overal gemaakt en we kunnen moeten er samen iets moois van maken. Ik dacht dat ik het in grote lijnen dan gehad had voor de eerste termijn. Nou ja, voorzitter, misschien nog even die omgangsvormen en afhechting met oude partners van de plannen en nieuwe partners die binnenboord gehaald zijn. Daar heb ik nog wat over gevraagd. Ja, en we hebben gelijk in. Weller is wel degelijk op de hoogte van een nieuwe visie. Dus de oude partners zijn wel, de oude partners, om het zo te zeggen, zijn wel degelijk op de hoogte en betrokken van, ja, we gaan naar een nieuwe visie. Dus dat hebben wij niet vergeten.
Ja. Dank u wel, wethouder Mertens. Ik heet mevrouw Van Leusden welkom. Zij is een half uurtje geleden aangehaakt op de vergadering. Mevrouw Van Leusden, zou u even kunnen aangeven dat u aanwezig bent? Dank u wel. Dan zien we dat op die manier. Dan ga ik naar de tweede termijn. En bij de tweede termijn geef ik het woord aan de heer Klaus. Ja, goed zo, dank u wel, mevrouw de voorzitter. We hebben inderdaad alles beluisterd, ook de beantwoordingen van de betreffende wethouders in deze. Ook gekeken natuurlijk naar de communicatie met de bewoners. We willen toch vragen straks inderdaad met gekeken naar de woningen die gerealiseerd gaan worden ter hoogte van IJsstraten, dat die ook meegenomen worden en niet alleen de raad. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om ook de wens van de bewoners al daar en ook hun woongenot daarbij mee te nemen. En ook inderdaad de belevenis, als men inderdaad gaat kijken van jongens, we gaan er 6 of 7 hoog bouwen, dat gaat dus niet werken. En ik vind dat gewoon heel erg belangrijk om juist de bewoners aan te betrekken en ook die communicatie daar naartoe. En vanuit die bewoners hebben we gewoon te horen gekregen, ja, er wordt weinig of niet gecommuniceerd vanuit de gemeente naar ons. En ze voelen zich weinig serieus genomen. Vandaar dat ze bij ons komen en dit dan ook inderdaad naar jullie verwoorden in deze. Vooralsnog hebben we hier verder geen opmerking meer in de tweede termijn. Dank u wel, meneer Klaus, voor uw tweede termijn. Kom ik bij de heer Offermans van de Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, doordat ik mijn vragen nog een keer heb mogen herhalen, heb ik eigenlijk al 1,5 termijn gehad. Met dank voor de beantwoording van de wethouder. Voorzitter, ja, we hebben ook niet zo heel veel meer te melden. We hebben een aantal kritische vragen gesteld. Een aantal van de kritische vragen schuiven door naar oktober en die zullen we daar herhalen en wellicht volgen er nog wat extra. Dat zijn voor ons de belangrijkste. En zoals ik mijn eerste termijn zojuist al afsloot, laten we nou op basis van deze visie als gemeenteraad en als eigenlijk iedereen in Brunssum, dus zowel de ondernemers als de bewoners, de schouder onder deze nieuwe centrumvisie zetten, die verder tot ontwikkeling kan brengen. Maar dan wel, zoals de wethouder ook al aangaf, de raad op ieder moment aan de voorkant laten besluiten over de voorliggende plannen. Volgens mij is dan iedereen tevreden en kunnen we daarmee verder. Tot zover de tweede termijn van de Partij van de Arbeid, voorzitter. Dank u wel, meneer Offermans, voor uw inbreng in de tweede termijn. De heer Scheffers van Lijsborger, heeft u een inbreng voor de tweede termijn? Ja, voorzitter. Het gaat hier natuurlijk om een visie. En er moet iets gebeuren met deze visie. En we hopen dan ook dat dit gewoon wordt omgezet in een project dan. Hè. En de schop moet in Brunssum, in ieder geval in het centrum. Ik denk dat Brunssum verdient het. Even terugkomen op de motie van de SP. Streetwise, dat weten wij. Hè. Dat, die doen dus ook startende ondernemers begeleiden. En dus ook onderhandelen met onder andere huur en dergelijke. Dus ik denk als we deze motie al aannemen, dan wordt het dubbelop. En om de portefeuillehouder gehoord te hebben, de portefeuillehouder gehoord te hebben, denken wij dat deze motie dan ook overbodig is. En dan, daar stemmen we in ieder geval tegen, deze motie. Dank u wel. Dank u wel, meneer Scheffers, voor uw inbreng. Geef het woord aan de heer Lurken van de SP. Dank u, voorzitter. Ik heb nog wel wat voor de tweede termijn, inderdaad. Ja, dat Streetwise met ondernemers kijkt naar mogelijkheden, zoals ingroei, huur, oké, dat is prima. Maar we constateren ook dat veel huisbazen gewoon vast blijven houden aan onrealistisch hoge huren. Die hulp van Streetwise biedt dus geen garanties om een betaalbare huur voor een start-up. Anders zouden we er wel meer zien in het centrum. En ja, verder. Wat betreft de zorg voor staatssteun, ja, dat is een grijs gebied, voor zover ik weet. En er bestaan vrijstellingen en uitzonderingen die je gemeente prima juridisch kan uitzoeken als onderdeel van het uitzoeken van de mogelijkheden met betrekking tot deze moties. En ja, Carbon 6 is een onderneming, maar we moeten toch wat, vind ik. Wat betreft die werktuin, ik heb het net even bekeken, maar is onduidelijk hoe de huren hier liggen en wie die bepaalt. En verder valt me op dat dat zich niet alleen beperkt tot start-ups. Dus graag een reactie van de portefeuillehouder daarop. Dank u wel, meneer Lurken. Wilt u die nu direct of zullen we eerst de tweede termijn even afmaken? Laten we maar eerst afmaken.
Dank u wel, gaan we doen. Dan ga ik door naar de heer Gerards van de BCD voor de tweede termijn. Ja, dankjewel, voorzitter. Laten we maar op de eerste plaats zeggen dat goed te horen is dat eigenlijk de hele raad positief is over, over deze visie die er nu voor ligt. Dat is natuurlijk ook iets wat in jaren, waar we jaren naartoe hebben gewerkt. Dan mag iedere partij mag zich daar op de borst voor kloppen. Alleen dit ambitieuze college heeft het natuurlijk wel voor het voetlicht gebracht. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Voorzitter, als ik even kijk naar een aantal punten die gezegd worden. Op de eerste plaats de aankoop van de panden. Dat zal in oktober in de raad komen. Openbaarheid is natuurlijk altijd goed. En we hebben inderdaad, ik heb dat gisteren gezegd, niets te verbergen. Alhoewel, voor ons staat het zo dat als je een visie afspreekt, dan staat het eigenlijk los van die aankoop van de panden. Maar goed, het is natuurlijk prima dat dit dus op de raadsagenda komt. Ja, goed ook dat de oude SOC afgehandeld is. Immers ook de partners die er toen bij betrokken waren, hebben natuurlijk ook baat bij dat het centrum van Brunsum er fantastisch en goed bij komt te liggen. Dus ook dat is natuurlijk wel een goed een pluspunt. En u als portefeuillehouder, mevrouw van der Rijt, maakt ons natuurlijk nieuwsgierig met betrekking tot Joint Force Command. En we weten dat u daar voortvarend aan de slag mee gaat. Maar we zijn wel benieuwd naar de uitkomsten. We laten ons verrassen. En dan even kijken wat ik nog meer opgeschreven had. De woontorens werd nog eventjes genoemd. En natuurlijk, het bestemmingsplan moet nog altijd vastgesteld worden. Maar ik wil ook even refereren aan de vier woontorens die op het Koudeveld lagen. Waar toen ze gerealiseerd werden, er toch ook raadsleden waren die daar hun verfoeilijkheid over uitspraken. En nu zijn ze heel gewoon. Maar de raad is nog altijd aan zet. En dan nog even naar onze portefeuillehouder veiligheid toe. Iedere wijk een eigen wijkagent. Dat is natuurlijk fantastisch als dat gerealiseerd gaat worden. Ik weet in het verleden dat de korpschef gezegd heeft dat een problematiek in een wijk, dat het eigenlijk voor alle agenten een probleem zou zijn om opgepakt te worden. Maar het moet natuurlijk zo zijn dat een wijkagent zich gewoon een wijk eigen maakt en de problemen als het ware ziet. Wij hopen ook dat een wijkagent ook aanwezig is bij de wijkteamvergaderingen, waar de problemen natuurlijk op tafel komen. En we zijn wel verheugd met de twee nieuwe wijkagenten die dus aan het korps worden toegevoegd. En dan tenslotte, als ik kijk naar de uitspraak van de portefeuillehouder, dan zullen wij ook de motie van de SP niet steunen. En nogmaals, we zullen het college alle geluk en wijsheid toewensen die ze nodig hebben. Dat zal zeker nodig zijn om dus met het centrumplan voortvarend aan de slag te gaan. Wij staan er in ieder geval zeer positief in. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Gerards, voor de inbreng in de tweede termijn. Ik ga naar de heer Van Dijk van de VVD voor de inbreng van zijn tweede termijn. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik denk als wij overal kijken dat we inderdaad zien dat er veel positieve woorden zijn gevallen en dat ook iedereen raadsbreed inziet dat er daadwerkelijk iets moet gebeuren in het centrum van Brunsum. Wij zijn, blijven en zullen ook constructief blijven denken over dit plan. Voorzitter, wij zijn dan ook gerustgesteld over een aantal zaken die wij in eerste termijn hebben teruggehoord. Niet in de laatste plaats natuurlijk met betrekking tot de panden van Eegem, omdat we nu natuurlijk wel aangeven dat er geen verband zat tussen de aankoop toentertijd en de visie nu. Daar hebben we in het verleden ook wel eens wat andere zaken over gehoord. En we zijn blij dat vandaag in ieder geval recht toe, recht uit is aangegeven dat het niet het geval is. Dat is voor ons een belangrijke hiccup namelijk, om ook de mogelijkheid te hebben om in te stemmen met deze plannen. Wij willen in oktober een vrije discussie kunnen voeren en ons de stukken die daarbij horen eigen kunnen maken, alvorens wij daar een daadwerkelijke mening over zullen vormen. Voorzitter, ik wil toch ook graag als iets goed is dat benoemen. En als ik kijk vandaag hoe u reageerde op de overlast in het centrum, de erkenning die u geeft ook van het feit dat daar nog altijd een aantal zaken spelen
Maar zeker ook dat daar nu een aantal daden gevormd worden. Zoals bijvoorbeeld de wijkagent, waar we ook mee kennis mogen maken. Die ook kennis gaat maken met de bewoners en de initiatieven met het CMBW. Want dat zijn eigenlijk beide factoren waar wij als VVD steeds van geroepen hebben. Ga daar nou op inzetten. Dan zijn we daar blij mee en schept dat ook vertrouwen. Wij hopen dan ook dat als in oktober die mensen starten, dat we daar heel snel resultaten van gaan zien. En voorzitter, misschien ook wel belangrijk, gisteren kwam die discussie natuurlijk ook op over het spreken met burgers. Ik denk dat wij als VVD dat vaak doen. Een van die groep burgers waar wij dat mee doen, zijn de burgers uit het centrum. En ik moet ook zeggen, wij als politici leren ook van de burgers die wij dan spreken. En ik denk dat de vorming van onze mening vandaag mede tot stand gekomen is door een aantal inzichten die burgers hebben meegegeven uit gesprekken die wij met hun hadden, maar ook gesprekken die u, burgemeester, met hun in een eerder stadium hebben gehad. Zij zeiden ons namelijk van, beste VVD, wij zijn echt blij dat jullie je hard maken voor de zorgen die we hebben in het centrum, voor de verloedering, voor de overlast die daaruit voorkomt. Maar realiseer je wel dat het hebben van een mooi en levendig centrum iets is dat wij allemaal koesteren. Dus natuurlijk is het goed dat we daar met elkaar over discussiëren, maar uiteindelijk is het belangrijk dat er resultaten komen en we dit thema aan de kant kunnen zetten, omdat we Brunsum niet helpen als we steeds weer dat negatieve gaan aanhalen. En in dat opzicht is het natuurlijk ook wel een eye-opener, ook voor ons als we dat visiedocument lezen, dat een van de pijlers die wij terugzagen als hiccup voor het centrum, dat negatieve image van Brunsum was. Dus voorzitter, ik ben blij dat u die handschoen heeft opgepakt. En op het moment dat wij als raadsleden daar nog iets extra's in kunnen betekenen of iets extra's kunnen doen, om de mensen in het centrum het leefgenot te laten vergroten en ook de bezoekers van Brunsum dat leefgenot te kunnen laten vergroten, dan pakken wij die handschoen in ieder geval graag met u op. Er blijven nog een tweetal punten staan, Brunsum. En ik had eigenlijk verwacht dat collega Scheffers van nu Lijsborger dat die vraag zou gaan stellen. Hij had namelijk over Brunsum Noord gehad, maar ik heb even gemist hoe die gesprekken nu precies zijn verlopen. Of de pandeigenaren daadwerkelijk nu op de hoogte zijn van die nieuwe plannen en welke mate er al mogelijkheden zijn besproken, hè, om daar tot uitvoering te komen. Of dat nog te vroeg is. En dat precies datgene is wat de wethouder bedoelde te zeggen met die plannen komen dadelijk nog terug naar de raad. Dat is me even niet helemaal duidelijk. En in lijn denk ik ook met hetgene net werd geschetst door ambtgenoot Gerards van de BCD, dat de woontorens die er nu natuurlijk staan in het verleden ook voor problemen hebben gezorgd. Ik denk dat de boodschap vooral moet zijn dat op het moment dat wij nu inderdaad 6, 7, 8, 9 hoog zouden gaan bouwen, en wij weten gewoon dat dat ten koste zal gaan van het leefgenot van een aantal mensen die hier nu al met een beeld dat zij hadden bij het centrum panden hebben gekocht en ook dachten van een bepaald uitzicht te gaan genieten, dat het heel belangrijk is om die mensen juist mee te nemen. In lijn eigenlijk ook met wat in het visiedocument staat. Wij kunnen dit niet alleen. Wij zijn de politiek van Brunsum, we zijn het bestuur van Brunsum, maar wij zijn niet degene die uiteindelijk bepalen hoe dat centrum in een mix van personen, in een mix van ondernemers, in een mix van bezoekers, hoe dat uit gaat zien, maar ook niet van wonenden. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we in ieder geval die communicatie goed oppakken. En het is mij nog niet helemaal duidelijk hoe dat nu op dit moment gaat. Weten die mensen dat? In hoeverre kunnen zij meedenken? Kunnen ze input leveren? Dat proces is mij toch nog eventjes onduidelijk en ik hoop dat de portefeuillehouder daar in ieder geval nog wat extra input op kan leveren. Verder, voorzitter, als laatste zijn wij blij dat we de toezegging hebben gekregen dat onze kaderstellende en controlerende rol in ieder geval maximaal ingezet kan blijven worden. Dat de wethouder daar ook alles aan zal gaan doen. Wij hopen ook dat dat gaat leiden tot meer input en meer gebruik inderdaad van de potentie zoals Streetwise die denken wij heeft. We hebben wethouder De Rijk daar natuurlijk over gehoord. Maar dit is als eigen praatje dat wij, ik denk een jaar geleden, ook al in de informatieavond hebben gehoord. Dus ik zou in ieder geval aan wethouder De Rijk willen meegeven. Kom snel naar de raad. Laat ons dan ook zien wat u concreet van plan bent na vanavond. Want wij zullen dat proces in ieder geval kritisch volgen. En wij willen dadelijk graag nog even schorsen om te kunnen overleggen over de motie van de SP. Omdat met de toezegging van wethouder De Rijk en de mogelijkheden die hij daarin ziet en waarvan wij ook weten dat Streetwise die heeft, wij wellicht toch nog tot een andere oordeelvorming komen ten aanzien van de motie. Dank u wel. Dank u wel voor uw inbreng. Ik zal het honoreren om zometeen na de inbreng van iedereen in de tweede termijn en de beantwoording van de enkele vraag die er nog ligt, om dan een moment van schorsing in te lassen. Ik ga naar de heer Jansen van de PAK-fractie voor de inbreng tweede termijn. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter,
We hebben heel goed geluisterd in de eerste en ook in de tweede termijn. En we zijn blij te constateren dat er in ieder geval op dit moment een eensgezindheid is naar aanleiding van de voorliggende stukken. De visie en de uitvoering daarvan. De visie van het centrum. Ik wil toch wel hier terug naar de eerste termijn waarin met name de VVD toch een aandacht schenkt aan de overlast in het centrum. Waar u terecht als portefeuillehouder op aangeeft dat ook niet alleen het centrum, maar ook de rest van Brunssum wat last heeft. Om niet te zeggen heel veel last. En we hebben naar aanleiding van die overlast ook een aantal artikel 43 vragen gesteld. Die nog op de agenda staan van deze vergadering. Waarbij wij toch willen vragen, en misschien kunt u daar straks al antwoord op geven, dan hoeven we die 43 vragen niet nog eens na te lopen. U heeft als portefeuillehouder onlangs meer zeggenschap gekregen, zo lazen wij in de krant. Dat is ook de vraag die wij willen dan stellen aan u, van wat houdt het dan eigenlijk in? Wat voor bevoegdheden heeft u dan meer als dat u dan eerst had? Dat is de vraag, ook kijkende naar dat overlastverhaal. Ik wil ook heel even kort reageren op de heer Offermans in de eerste termijn. Toen hij een beetje de historie vertelde over de aanpak van het centrum. Ik had in mijn eerste termijn aangegeven dat wij als PAK samen met lijst BBB Palme en met mevrouw Huisman-Peters in 2011 al een initiatiefvoorstel aangaven. Omdat wij op dat moment het voorliggende centrumplan niet zozeer zagen zitten. Helaas is dat toen door dat huidige college eigenlijk min of meer van tafel geveegd. Maar het blijkt achteraf toch wel dat er toch wat haken en ogen aan zaten. En met name toen het huidige college in 2018 in april aan de slag ging en zich concentreerde op wat er lag, mag ik toch een compliment geven dat binnen 2 jaar deze visie zoals die hier ligt, en ook dit uitvoeringsprogramma er toch maar is, waarin we ons toch allemaal wel kunnen vinden. En dat is toch wel wat korter als dat in principe de heer Offermans eigenlijk schetst. Dan, ja, hij mag natuurlijk wel tramperen, uiteraard. Dat verwacht ik ook wel. Ik zag een vinger, ik ben hem nu kwijt. Ja, meneer Offermans, ja, het beeld verspringt af en toe. Dan zit u in een ander hoekje. Meneer Offermans, u mag een interruptie plegen. U krijgt het woord. Ik neem toch aan dat ik iedere keer aan de linkerkant van uw beeldscherm sta, voorzitter. Nee, dat zou u wel willen, hè? Maar u zit soms ook rechts. Oei. Dat komt misschien omdat ik naast de VVD zit hier. Voorzitter, ik zou even willen reageren op wat de heer Janssen zojuist zegt. Hij heeft over initiatiefvoorstellen uit 2011. Ja, nou ja, weet u, ik deed de opsomming niet voor niks, want in 2012 en alle besluiten die daarna nog gevolgd zijn tot en met 2015, heeft het PAK gewoon ingestemd met de SOC, met het bestemmingsplan, met de herziening bestemmingsplan. Dus PAK is altijd voorstander geweest van de oude plannen zoals ze er lagen. Nee, dat klopt, vader, omdat wij ook na dat initiatiefvoorstel wel nog steeds onze vraagtekens hadden bij de uitvoering van de doorsteek van de Wilhelminastraat. En onder die voorwaarden dat daar nog goed naar gekeken werd, hebben wij steeds ingestemd met de rest van het centrumplan om de voortgang in ieder geval niet tegen te werken. Alleen het laatste onderwerp, en u weet waar het over gaat, heeft het nogal wat vraagtekens gezet. En uiteindelijk is dat nooit ter sprake gekomen met een voorstel naar de raad toe. Tot op dit moment. Een andere vraag die ik me stelde, dat gaf u ook aan, meneer Offermans, is dat Weller, zei u, was niet op de hoogte hoe het huidige plan eruit ziet. Ja, dan denk ik, Weller zal toch niet blind zijn. Want ik kan me nog herinneren dat wij hier 2 jaar geleden een informatieavond over het centrumplan hadden, waar Weller ook bij aanwezig was. Dus ik denk, ja, waar u die opmerking vandaan haalt, dat weet ik niet goed. Kan ik niet zo goed plaatsen. Maar goed, het is natuurlijk aan u. Voorzitter, de heer Mertens heeft als... De interruptie van de heer Offermans van de Partij van de Arbeid. Ja, ik wil dat wel toelichten, want het komt niet helemaal uit de lucht vallen natuurlijk. Ik had de indruk, en die indruk die werd ook wel bevestigd, overigens niet door de beantwoording van de portefeuillehouder, dat partners die bij het oude plan betrokken waren wel erg makkelijk aan de kant geschoven zijn om met een nieuw plan te komen.
En de wethouder bevestigt dat niet helemaal. Doet verder ook niet meer echt tot... of doet niet meer echt ter zake, zeg maar. Maar ja, ik heb indicatie dat Weller in ieder geval met name nog betrokken is geweest bij de afwikkeling van het oude plan en niet tot nauwelijks bij de ontwikkeling van het nieuwe plan. En daar zijn andere partijen binnenboord gehaald door dit college. Dus daar kwam mijn opmerking vandaan. Oké. Nou, dan is het voor ons duidelijk. Maakt u tweede termijn maar af. Ja, dankjewel voorzitter. Ja? Dan is het voor ons ook duidelijk waar die opmerking over ging. Ja, voorzitter, wethouder Mertens geeft heel duidelijk aan over die intentieverklaring. Dat was duidelijk. Er wordt gewacht op vaststelling van deze visie. Dat is vanavond, daar ga ik vanuit. En dan zal Joint Force Command waarschijnlijk wat meer in zicht komen in de uitvoering. Ja, tot slot, voorzitter, de motie van de SP. Wij zijn natuurlijk altijd voor een motie als er staat van... wilt u het onderzoeken? Dat klinkt altijd goed. Dat maakt ook altijd veel dingen mogelijk. Er wordt niet gesproken over geld of wat dan ook. En in eerste instantie dachten wij van, ja, kijk, de huren in het centrum zijn ontzettend hoog. Menig ondernemer is weggejaagd daarvoor. Onlangs nog hebben we het mooie voorbeeld van onze boekhandel, die zomaar even 5 jaar... nu contract onder de neus geduwd werd tegen een bepaalde prijs, wat het Bruintje niet kon trekken. Dus dat zijn voorbeelden, dat willen we gewoon niet. Okay. En dan voor dit voorstel, om dat dan op dit moment niet te doen, dacht ik in eerste instantie van, oh, dat is een leuke voorstelling, hoewel ik de termijn van het eerste kwartaal 2021 wat snel vind. Maar van de andere kant, de antwoord van de wethouder brengt ons toch wel weer een twijfel. Ondertussen heeft de VVD nogmaals vragen gesteld hierover aan de wethouder. Dus ik wacht, wat betreft de stemming over de SP's motie, wacht ik even de beantwoording van de wethouder over de vragen van de VVD af. Tot zover, voorzitter, onze tweede termijn. Dank u wel, meneer Jans, voor de inbreng tweede termijn. Ik ga door naar de heer Raadsgelders van de lijst BBB Palme. Ja, dank u wel, voorzitter. Voordat de tweede termijn begon, stond het gras bij mij 10 centimeter hoog. Inmiddels is dat allemaal weggemaaid. Waarvoor dank allemaal. Dus ik zal even kijken dat ik wat kan aanvullen. Voor wat betreft de motie van de SP hebben wij wel een vraag aan de wethouder. En daar willen we graag een antwoord voor hebben voordat wij intern beraad hebben of we daarmee omgaan. Hoe denkt de wethouder om te gaan met de leegstaande panden gedurende de transformatieperiode? En dat zijn dan de panden die op dit moment in handen van de gemeente zijn. En voor de rest even complimenten aan ook al mijn andere raadsleden over de wijze waarop ook de tweede termijn eigenlijk min of meer de ondersteuning voor deze centrumvisie is uitgesproken. Wij namens BBB staan daar ook heel erg vierkant achter. En het is mooi om te zien dat geconstateerd is dat tussen 2015 en 2018 niet zo heel erg veel gebeurd is. En dat deze wethouder in deze korte periode een mooie centrumvisie heeft neergezet. Zeker wetende de periode van corona waarin we op dit moment in verkeren. En dat de heer Palme helaas vanwege zijn gezondheid tussentijds afscheid heeft moeten nemen. En wij zijn ontzettend tevreden met de heer Mertens als zijnde onze wethouder voor ruimte en techniek. Waarvoor dank. Dank u wel, meneer Raadsgelders. Ik heb nog een paar korte vragen gehoord. En allereerst wil ik het woord geven aan wethouder De Rijk om de vraag van de SP met betrekking tot de motie te beantwoorden. Ja, ik heb het in eerste termijn ook al gezegd. En nogmaals, ik ben blij. En ook zoals de SP nu met de motie in ieder geval teweeg. Maar ik ben blij met de aandacht die u vraagt voor het onderwerp. Aandacht die ook vraagt voor de ondernemers. En wat ik nogmaals wil aangeven, we zijn er druk mee bezig. Vanavond staat de centrumvisie centraal. Zo gauw die centrumvisie is vastgesteld, kunnen we aan de slag. Ik gaf eerder al ook al aan dat we al voor een deel al een voorschotje hebben genomen in de voorjaarsbrief waar we het gisteren over gehad hebben. Die straks terugkomt in het begrotingsverhaal. En zoals de heer Van Dijk al vroeg, van
ja, ik wil wel wat meer, dadelijk wat meer zien van hoe gaan we dat centrum, hoe gaan we met het centrum om, hoe gaan we het centrum toch vullen. Ik denk dat we dat als college dadelijk samen gaan doen. Zoals net gevraagd werd door de heer Raadschelders, van hoe om te gaan met die leegstaande panden. Ik denk dat met name in deze context, zoals die zeker nu door de SP onder de aandacht is gebracht, lijkt het mij helemaal niet zo verkeerd om daar ook op die innovatieve, creatieve wijze mee om te gaan, samen met Streetwise, even vrij vertaald, om daar, gelet op de exploitatie die ook onder die panden zit, om daar toch een helpende hand te bieden aan de start-ups, de startende ondernemers. En toch even terug nog naar... Wethouder de Rijks, interruptie van de heer Van Dijk van de VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het antwoord kan mij toch nog niet helemaal bekoren. En dat heeft er denk ik toch mee te maken dat de tijdspannen waarover we nu gaan spreken enigszins lijkt te gaan vervagen. Ik hoorde net in eerste termijn een vrij voortvarende wethouder met plannen. En als ik het nu terug hoor, is het toch weer een beetje, ja, we gaan het dadelijk kijken en we gaan het met z'n allen oppakken. En ja, goed, we hebben net collega Raadschelders een sneer horen maken. Ik denk dat het toch goed is als wethouder de Rijk die sneer oppakt en ook laat zien, zeg maar, en ons een datum kan geven waarop we in ieder geval een eerste terugkoppeling kunnen krijgen. Waarop? Nou, waarop wij inderdaad kunnen gaan zien hoe wij de potentie die u ziet, die wij zien, die eigenlijk meerdere mensen in de raad zien, hoe we die potentie contant kunnen gaan maken. U geeft zelf aan dat u daar heel veel ideeën bij heeft. Ik weet ook dat u die heeft, maar het moet niet bij ideeën blijven. Er hangt nu al een tijdje, hangen de garen aan de klos, maar we moeten wel ook zorgen dat daar iets van gemaakt wordt. Ja, in start nummer 1 is dat wij met Streetwise aan de slag gaan om dat contract te maken, dat hun meer voor ons gaan doen. Dat ze intensiever bezig gaan zijn. Dat kan, moet ik even nadenken. Volgens mij kunnen we die intenties al vrij vlot aan u laten zien. Dus zeg maar, begin volgend jaar zouden we dat eventueel kunnen terugzien. Neem me niet kwalijk, meneer Van Dijk. Ik dacht dat u in termen van weken aan het denken was. Nee, waar ik het nu even over heb, is begin volgend jaar, zeker op zijn begin volgend jaar, ja. Rekening ook houden met de begroting, met de middelen die u moet vrijgeven. Wat de panden betreft, ook daar, en ik kijk ook even naar mijn collega de heer Mertens, sommige van die panden, daar moet wel nog wat mee gebeuren. Daar moet nog wat opgeknapt worden. Maar daar willen wij, tenminste, daar willen wij gewoon heel creatief mee omgaan. Die ook met in de onderhandelingen, in de gesprekken met Streetwise, ter beschikking stellen voor die start-ups, voor die mensen die deze kant uit willen komen. Maar misschien is het goed, wethouder de Rijk, ter aanvulling, dat u, als u iets gaat doen met die leegstaande panden, daar de raad aan de voorkant even bij betrekt, zodat ze ook weten wat er gaat gebeuren en op welke termijn. Oh ja, maar dat lijkt... Oh, sorry. Wellicht dat in mijn enthousiasme ging er gewoon even vanuit dat er... zelfsverständelijk is. Dank u wel, wethouder de Rijk. Ik zie een hand van de heer Lurke. En de heer Raadschelders zometeen. Ja, de heer Lurke? Dank, voorzitter. Op zich prima plan. Die leegstaande panden gebruiken voor start-ups. Dat zien we wel zitten. Maar ik heb wel nog in de reactie de beantwoording op mijn vraag over de werktuin gemist. Wie bepaalt de huren? Wie zit daarin? Maar vooral dat. Ja, nou, heel simpel, heel eenvoudig. Net zoals bij Carbon 6, is het dat een particulier gebeuren is. Mm-hmm. Is dat bij de werktuinen ook. En ja, hun bepalen, de eigenaar bepaalt daar. Zij geven de huurprijs. Kan het niet mooier maken? Mm-hmm. Maar ik weet wel dat de huren bij de werktuin, ja, zover ik erover kan oordelen, redelijk zijn. Echt redelijke huurprijzen. Nog een korte interruptie, Lurke. Ik hoor u niet. Hoor u me nu? Nu wel, ja zeker. Okay.
Ja, dat is duidelijk. Dan zijn volgens mij al mijn vragen beantwoord. Op eentje na die me zo te binnen schiet. Hoe zit het met de bezetting? Wat voor bedrijven zitten daarin? Is het vol? Kan er nog wel bij? Even ter interruptie. We moeten geen nieuwe, want dan krijgt u een derde termijn. We gaan geen nieuwe vragen stellen. Maar even als u heel kort weet of het antwoord daarop weet, de heer wethouder de Rijken, dan wil ik het graag horen. Nee, burgemeester, dan moet ik dus passen. Want het is een particulier die daar de verhuur doet. Het is ook een particulier eigendom. En die komen echt niet bij ons vertellen wie ze nu op het lijstje hebben staan als hun huurders. Dat moet gewoon passen. Dank u wel, wethouder de Rijken. Ik kijk naar de heer Raadschelder, die had nog een vraag. Nou, ik had even geen vraag, maar meer een opmerking, voorzitter. Dat mag ook. Ik vind het namelijk heel erg bijzonder dat een vraag die gewoon uit oprecht interesse wordt gesteld aan de wethouder, uitgelegd wordt door iemand van de oppositie als het uitdelen van een sneer. Ik vraag me dan af hoe je dan eigenlijk in je vel zit als je dat zo interpreteert. En dat was het, voorzitter. Dank u wel. Godzijdank mogen we alles zelf interpreteren, dus ook dit. Ik kijk even naar de heer Jansen. Is het een interruptie die ter zake doende inhoudelijk is? Ja, naar aanleiding van de motie van de SP, ja? Van het antwoord van de wethouder. Voor ons is het nog steeds niet duidelijk wat hij dan met die motie wil. Wil hij die nu overnemen? Raadt hij die ons af? Volgens mij heeft de wethouder de motie ontraden. Oké, dankjewel. Ik zal nog even heel snel op mijn gang gaan, meneer Jansen. Omdat er heel gevraagd wordt, omdat de motie... Ja. Op gericht is dat wij eigendommen gaan verwerven, zie ik u ter beschikking gaan stellen om eigenlijk de markt een gewenste richting uit te duwen, zoals die door de SP gezien wordt. Ik vind hem heel sympathiek zoals hem gestellen, maar ik denk dat wij dat als overheid niet moeten doen. Dank u wel, wethouder, voor de beantwoording van de vraag. Er was nog een vraag met betrekking tot communicatie die ik neerleg bij wethouder Mertens. Ja, heel erg belangrijk. We hebben een mooie raadswerkgroep omgevingsvisie. Hè? En in het kader van omgevingsvisie is het natuurlijk heel erg belangrijk, participatie. Dus mijn voorstel is eigenlijk om de afdeling communicatie een communicatieplan te laten opstellen. En eventueel met termijnen. Dus dat iedereen er... bij betrokken wordt, dus alle inwoners, ondernemers. Dus dat is eigenlijk het plan. En dat communicatieplan stelt u ook ter beschikking aan de gemeenteraad, zodat ze mee kunnen kijken wanneer welke groepen kunnen meeparticiperen en hoe dat in zijn werk gaat. Voldoende beantwoord de vraag over de communicatie. Dan rest mij nog één opmerking, en die triggerde mij heel erg, van de heer Van Dijk. In het kader van de overlast en het hard nodig zijn van elkaar. U gaf aan mij van als u mij nodig heeft, dan ben ik er. Als u als raad mij nodig heeft, ben ik er ook. Dat wil ik u teruggeven, heel graag. Maar ik heb u ook nodig als gemeenteraad. Want ik vorm niet het gemeentebestuur van Brunsum. Dat doen we niet als college, dat doen we gezamenlijk als gemeentebestuur, raad, college en burgemeester. Dus ja, ik maak graag gebruik van het aanbod dat u met ons mee wilt participeren in het onderwerp van de overlast. Tot zover. Heb ik nog handen gezien? Heb ik iemand gemist? Meneer Jansen? Meneer Jansen, u krijgt het woord. Ja, ja? Ik heb nog geen antwoord van u zelf gekregen over mijn vragen over uw bevoegdheden die vermeerderd zijn naar aanleiding van onze vragen naar artikel 43. En ik geef u nu even een open doel. Als u daar nu antwoord op geeft, dan ja, zeker. In zal artikel ik doen. 43... Dank u wel. Komt u aan die bal, hè? Voor het open doel. Ik heb geen bevoegdheden helaas meer gekregen in het kader van overlast. Burgemeesters hebben in Nederland meer bevoegdheden gekregen in het kader van het Damoklesbeleid. En het Damoklesbeleid betekent dat ik panden mag sluiten waar daadwerkelijk overlast is van verdovende middelen, in welke zin dan ook. Vroeger was het aantoonbaar aanwezig zijn van verdovende middelen en stimuleringsmiddelen een voorwaarde voor het Damoklesbeleid tot uitvoering te kunnen brengen. Op dit moment zijn de handelende voorbereidingen daartoe
of achteraf het vinden van men heeft hoogstwaarschijnlijk hier een drugslab dan wel hempkwekerij gehad, maar we zien geen daadwerkelijke producten meer. Maar die handelwijze die er duidelijk op duidt dat het gebeurd is, dan wel gaat gebeuren, is ook strafbaar en valt vanaf het moment dat wij in het college dit besluit hebben genomen, of ik het besluit heb voorgelegd aan het college, onder mijn bevoegdheden om ook die panden te mogen sluiten. Dat is mijn uitgebreide bevoegdheid die ik heb. Helaas niet op de overlast. Daarin ben ik in de samenwerking in de regio afhankelijk van het OM en de politie en mijn collega-burgemeesters. En dat hebben we ook goed opgepakt, zoals ik eerder verteld heb. Tot zover. Ik zie nog een vraag van de heer Leurke en ik geef hem het woord, zeker in het kader van het indienen van de motie en de beantwoording van de vragen van wethouder De Rijk. Heer Leurke, aan het woord. Dank u, voorzitter. Ik zou graag even een kort fractieoverleg met mijn fractiegenoot willen aanvragen. 2 minuutjes. Ik wil net overgaan tot de schorsing die eerder al aangevraagd is door de heer Van Dijk. Als er geen extra vragen meer waren aan elkaar als raadsleden. 5 minuten, meneer Van Dijk, meneer Leurke, 5 minuten, 10 minuten. De heer Van Dijk. Ja, misschien is het weer een technische vraag, want wij zitten niet allemaal bij elkaar. Dus ik wou eigenlijk vragen of de griffier... Ja goed, ik begrijp dat de heer Leurke eerst met zijn fractiegenoten wil afstemmen. Dus dan eerst een verzoek om de rest van de oppositie in een geheel te zetten, om daarna nog een keer de SP toe te voegen als dat gaat. Heel goed, we gaan dat organiseren. Kan iets langer duren. Ik verwacht u zelf weer terug. En mijn griffier geeft aan als wij weer in de vergadering kunnen naar de besluitvorming toe. Ja, helemaal goed. Dank u wel. Tot zometeen. Van ja, ik neem hem over.
Nee, komt goed. Ik wil graag dat iedereen weer aansluit, zodat we weer de vergadering kunnen hervatten. Ik kijk even naar de griffier of iedereen weer ingelogd is. Ik zie mevrouw Maanen nog niet. Mevrouw van Leusden zit nog niet. De heer Raadschelders. Mevrouw van Leusden, ja. De heer Raadschelders, ja. Nee. Is iemand? Wat dat of zie ik het nou verkeerd? Ja? Oké, we zijn allemaal weer compleet. Ik wil graag eerst het woord aan de heer Van Dijk geven. Die heeft eerst de schorsing aangevraagd. Aan u het woord, meneer Van Dijk. Ja, dank u wel, voorzitter. En ook dank voor het toestaan van de schorsing. Wij hebben eventjes, om de burgers mee te nemen, wat nou eigenlijk de reden was om die schorsing aan te vragen. Wij hadden tijdens onze betogen een aantal punten waarvan wij hoopten dat die in ieder geval konden beantwoord worden door het college. Een van die belangrijkste punten was natuurlijk de aankoop van de panden in het centrum. Maar ook natuurlijk de overlast zoals die in het centrum speelt. Beide waren naar tevredenheid beantwoord. De andere was de mogelijkheden natuurlijk voor starters in het centrum van Brunssum te realiseren. En met name ook Stichting Streetwise daar meer in positie te brengen. Wat in lijn lag met de motie zoals die door de SP was ingediend. Daar hebben wij ook met elkaar over gesproken. En wij hebben als oppositie, en de SP zal daar hun eigen standpunt daarin nog toelichten, maar de overige oppositiepartijen besloten om wethouder De Rijk daarin de mogelijkheid te geven zijn plannen met Stichting Streetwise verder uit te werken. Wij gaan daarbij wel vanuit dat wij op korte termijn geïnformeerd worden over de ideeën die hij daarbij heeft en hoe hij ziet dat die 15.000 euro die al voor Stichting Streetwise beschikbaar is, in combinatie met de overeenkomst die we al hebben, hoe die dan gaat veranderen en welke acties daaruit voort gaan komen. En wij hopen dat op korte termijn in ieder geval dan wel te kunnen zien in een raadsinformatiebrief of anderszins. Op het moment dat de wethouder... Dank u wel. Wethouder De Rijk heeft al toegezegd dat voor 1 januari te doen met u. Dus die toezegging heeft u daarvan binnen. Kijk even naar de heer Lurken. Dat was de tweede die de schorsing heeft aangevraagd. Het woord is aan de heer Lurken. Ja, dank u, voorzitter. Wat eruit is gekomen is als volgt. Wij zijn wat sceptischer over Streetwise, maar we willen het een kans geven. We willen meer bepaald wethouder De Rijk de kans geven om in januari met resultaat te komen. Dus trekken we voor nu de motie in. Echter, als het resultaat in januari ontbreekt of toch niet... voldoet aan wat wij beogen, dan zullen we tegen die tijd de motie opnieuw inbrengen. Dank u wel voor uw toelichting. En de motie is bij deze ingetrokken, die komt dus ook niet in stemming. Dan ga ik nu over tot stemming over het onderwerp wat voor ligt. Vaststelling Centrum Visie en Uitvoeringsprogramma Centrum 2020-2025, gemeenteblad 2020/69. Ik ga eerst het mondelinge amendement in stemming brengen. En dat ga ik nu voorlezen. Meneer Offermans heeft nog een vraag. Nee, ik wilde verzoeken om voordat het stuk in stemming gebracht wordt, wel een stemverklaring af te mogen leggen. Dat mag. Na de stemming over de geheimhouding. Ik lees hem nu voor. In verband met bekrachtiging van de door het college opgelegde geheimhouding op grond van artikel 25 lid 3 van de gemeentewet en op grond van het belang van de economische of financiële belangen van de gemeente, zoals genoemd in artikel 10 lid 2 sub b van de wet openbaarheid van bestuur, hebben wij bij de Griffie ter inzage gelegd, bijlage 3, financieel centrumplan Brunssum onderdeel wonen, grondexploitatie, bijlage 4, afspraak, afsluiting, SOC, BBV, aankoop, panden, provincie uit oude masterplan, zaaknummer 1007355, het collegevoorstel met versionnummer 1008257 en bijbehorende bijlagen,
BBV Afhandeling Transformatiefonds met zaaknummer 100-7283 het collegevoorstel met versionnummer 100-7547 en bijbehorende bijlagen. Wenst u daarover stemming? Dan is dat bij deze aangenomen. Dan ga ik nu over tot stemming van het voorstel en ik geef de heer Offermans het woord om een stemverklaring te geven. Dank u wel, voorzitter. Voor ons is van belang dat er weer levendigheid in het centrum van Brunsum komt. Dus wethouder en Streetwise aan de slag. De resultaten daarvan horen wij graag voor het eerst in januari terug. En als het gaat over wat tot nu toe gerealiseerd is in het centrum van Brunsum en wat er in de toekomst volgens deze visie nog te realiseren valt, dan zou ik willen zeggen, tijdens vorige coalitieperiode zijn fase 1A en 1B gerealiseerd. In gelul kun je niet wonen, zoals een vermaard PvdA ooit gezegd heeft. En die heeft dat, ik zal het meteen corrigeren, voorzitter. Die heeft destijds van in gelul kun je niet wonen moeten maken van de voorzitter. In geouwe hoer kun je niet wonen. Dus ik trek mijn woorden terug en pas ze aan. In geouwe hoer kun je niet wonen. Fase 1A en 1B staan. Het is aan deze coalitie om een start te maken om van visie naar uitvoering te gaan. Dank u voor de stemverklaring. Dan ga ik nu het voorstel als zodanig in stemming brengen. Voorzitter, ik wilde ook graag een stemverklaring te geven. Meneer Van Dijk, u mag een stemverklaring afleggen. Ja, voorzitter, wij zijn als VVD blij dat er vandaag een nieuwe visie op het centrum van Brunsum komt. Wij denken ook dat als we kijken naar wat er al gerealiseerd is in fase 1A en 1B, dat dit een mooi vervolg kan worden die realistisch is naar de huidige tijdsgeest. We hebben een aantal kritische opmerkingen vandaag gemaakt, die zullen we blijven volgen. Maar wij denken wel dat Brunsum met dit besluit een beetje mooier wordt na vandaag. Dank u wel voor uw stemverklaring. Dan ga ik nu nogmaals vragen, wordt er stemming gewenst over dit onderwerp? Aldus besloten vandaag. Dank u wel voor de positieve inbreng van een ieder die deelgenomen heeft aan de beraadslaging. Ik ga over naar punt 11 van de agenda, dat is investeringsbijdrage aan derden met betrekking tot de cofinanciering van de projecten van de tweede tranche regio-deal, gemeenteblad 2020/662. En ik wil graag beginnen bij de heer Snakkers, want er is een amendement ingediend. En het amendement heeft direct betrekking op de besluitvorming. En het amendement is ingediend door de lijst BBB Palmen, BBB lijst Palmen, PAK, BCD, lijst Borger, gesteund door de VVD-fractie. Het woord is aan de heer Snakkers. Ik hoor u niet, meneer Snakkers, maar ik verwacht dat dat zo opgelost is. Ben ik nu te verstaan, voorzitter? Ja, nu wel. Ja. De techniek is ons door God en de ingenieurs gegeven, heb ik wel eens gehoord. Dus ik zal even... Dank daarvoor. Ik zal even verder gaan met mijn betoog. Ja. Ja, voorzitter, een abonnement. Wat is nu eigenlijk een abonnement? Dat is een wijzigingsvoorstel op het raadsbesluit. Voorzitter, voor ons ligt een besluit tot cofinanciering van projecten in het kader van duurzaamheid, revitalisering in de Egge, maar ook in het kader van de leefbaarheid en ja, het uit de markt halen van volume van woningen in Noord. Voorzitter, we hebben in het kader van de verduurzamingheid hebben we vanuit de regio-deal gelden ontvangen voor bepaalde wijken. De bijdrage vanuit de regio-deal dienen gepaard te gaan met cofinanciering vanuit de gemeente Brunsum. Even voor uw beeld, voorzitter, maar ook voor de kijkers thuis of de luisteraars. Zo ligt er nu een besluit voor het cultureel mijnerfgoed De Egge om vanuit Brunsum zo'n 6,5 ton beschikbaar te stellen als cofinanciering naast zo'n 3 miljoen euro. Dus 3 miljoen euro van de provincie, regio-deal en Parkstad. Daar moeten we vanavond een besluit over nemen. Dat moet kost wat kost doorgaan in het kader van de ontwikkelingen. Van visie naar uitvoering. Daar zijn we al mee bezig. Niet alleen in het centrumplan wat op termijn gaat gebeuren, maar we zijn nu al bezig in de Oude Egge. Daar is geld voor nodig en daarover moet vanavond een besluit worden genomen. Maar daarnaast, voorzitter, is er ook nog zo'n bedrag van 4,5
een miljoen gereserveerd voor de aanpak van Brunssum Noord. En in het kader van de deal moet Brunssum daar zo'n 6,5 ton aan bijdragen. Maar voorzitter, op voorstel van het college zijn we gekomen tot nieuwe inzichten. En die nieuwe inzichten hebben te maken met draagvlak onder de bevolking in Noord. Het zal je maar aangaan. Er zal maar je woning... Laat ik het hierop houden. Er is ten aanzien van het communicatietraject over een bepaald project in Noord niet tijdig of onvoldoende gecommuniceerd. Niet naar alle bewoners toe, niet naar alle eigenaren, en dat heeft nogal wat kwaad bloed gezet. En terecht, naar mijn oordeel. Wat we nu willen gaan doen, is de cofinanciering van zo'n 6,5 ton voor het uit de markt halen van een bepaald woningformule, willen we uit dit voorstel halen. Dat heeft te maken met twee dingen. Enerzijds, het college wil in gesprek gaan met alle bewoners van de flat waar het over gaat. Alle 174 bewoners en alle eigenaren. Om te kijken of er echt draagvlak bestaat voor het project dat tussen nu en 20 jaar moet worden uitgerold. Maar daar zal de wethouder dadelijk ook op ingaan. En daarnaast zijn er ook ontwikkelingen op rijksniveau. Dat heeft te maken met de verhoging van de overdrachtsbelasting. Het kan zo zijn dat als Weller als uitvoerder van dit project gaat trekken, dat het mogelijk is dat er geen business case is op termijn. En Weller is op dit moment daarop aan het broeden. Dus kort en goed, voorzitter. Wegens nieuwe inzichten, zoals we net genoemd, gaan we een stuk middels het amendement, het raadsbesluit moet ik zeggen, middels het amendement opknippen. We halen het stuk ten aanzien van het kentje Brunssum Noord, halen we eruit. Dus die 6,5 ton wordt niet beschikbaar gesteld. 6,5 ton als cofinanciering moet vanavond worden besloten, zodat in ieder geval de oude eggen in de vaart der volkeren kan meegaan. Nou, ik neem aan dat u een amendement heeft gekregen. Alle coalitiepartijen die staan erachter. Plus de VVD, waarvoor mijn dank. Ik wil het hierbij laten. En eventueel wacht ik ook het antwoord af van onze wethouder. Wat hij gaat doen. En hoe hij de bewoners in het communicatieproces gaat meenemen. Dank u wel, meneer Snakkers, voor de inbreng eerste termijn en het amendement. Even een punt van orde. Ik geef zo meteen iedereen ook het woord om de eerste termijn te doen nadat wethouder Mertens een korte toelichting heeft gegeven op het amendement en de besluitvorming die gaat volgen. De discussie zal zich dus dan toespitsen op één onderdeel, de eggen. Dat is het discussiepunt wat dan vanavond voor ligt. En in de besluitvorming zal ik straks vragen om eerst te stemmen voor het amendement en vervolgens het gewijzigd besluit van het raadsbesluit ter stemming brengen. Dat is de volgorde zoals we het aannemen en dat is de volgorde ook hoe dan het amendement zijn doorwerking krijgt en het besluit op enkel één onderdeel van het raadsvoorstel betrekking heeft. Ik geef kort het woord aan wethouder Mertens om een toelichting te geven. Bedankt, heer Snakkers. Ik vind dat u het goed verwoord hebt. De Oude Eggen is een kraamkamerproject, dus een krimpproject, een duurzaamheidsproject. De provincie heeft daar subsidie of een bijdrage aan gekoppeld. Dat houdt dus in dat de gemeente daar een cofinanciering tegenover moet stellen. Dus dat is heel belangrijk voor Brunssum. De business case Brunssum Noord, ja, dat heeft in eerder stadium al eens gelopen. Er zijn veranderde inzichten. En wij zouden geen goed voorstel aan de raad daaraan kunnen voorleggen. Gisteren heeft iemand ingesproken
namens de bewoners. Nou, dat kan ik zeer waarderen. In het kader van zeker participatie vinden wij toch dat wij meer draagvlak moeten hebben toch van bewoners en eigenaren. Dus ik kan helemaal achter dat amendement staan. Dus ik hoop dat de Raad dat ook kan steunen. Dank u wel, wethouder Mertens. Dan ga ik over naar de heer Jansen van de PAK-fractie voor de eerste inbreng eerste termijn. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, het wordt toch met of meer een beetje een herhaling van zetten. Naar aanleiding van het stuk van lijst BBB Parlen, maar het geeft toch even het standpunt van PAK. Voorzitter, de actualiteiten achterhaalt onze besluitvorming. De miljoenen miljardennota van Prinsjesdag leert ons dat de overdrachtsbelasting voor verkoop van je huis in bepaalde situaties kan stijgen van 2-8%. En dat is niet prettig voor verkoop van je huis. Een voorliggend besluit wordt gevraagd voor een subsidiereservering ten behoeve van cofinanciering van de projecten in het kader van de tweede tranche regio-deal. Daarmee is een bijdrage binnen te halen vanuit die regio-deal. Voor Brunssum betekent dat voor twee projecten de opknapbeurt van de Eggen, zoals al eerder aangegeven, en een project voor verkoop van woningen in de hoogbouw van Brunssum Noord. Het project Eggen loopt hier geen gevaar. En juist daar moeten we dit besluit zo spoedig mogelijk nemen. Het project Brunssum Noord is een heel ander verhaal. In de wetenschap dat de hoogbouw mogelijk na 20 jaar gesloopt wordt, is het geen prettig vooruitzicht van bewoners van die flatwoningen. Zij worden hiermee overvallen en zijn onvoldoende op de hoogte van de consequenties. Daarbij maken zij ook bezwaar tegen deze deal, vanwege het niet goed op de hoogte zijn van alle ins en outs. Woningvereniging Weller is met beide projecten aan de slag, maar een eigen raad van commissarissen wil de business case van Brunssum Noord nog verder bestuderen. Reden voor ons als gemeenteraad om voorliggende besluitvorming in tweeën te delen. Nu het besluit project Eggen vast te stellen en de business case Brunssum Noord op een nader nog te bepalen datum, zoals ook vernoemd wordt in het voorliggende amendement. Maar wel voor 1 januari 2021 in verband met afspraken over de samenwerkingsovereenkomst in de regio-deal. Dat geeft de wethouder op dit moment enige rust en de ruimte om de betreffende bewoners wat beter te informeren en te adviseren. Nou, als coalitie hebben wij natuurlijk dit amendement samen voorbereid. En we hopen dat het unaniem vastgesteld wordt en de investeringsbijdrage Weller ten behoeve van de hoogbouwflat voorlopig even aan te houden tot later dit jaar. Wij gaan in ieder geval akkoord met deze werkwijze. Dank u wel, meneer Jansen, voor de inbreng. En het amendement is coalitie met ondersteuning van de VVD. Dat is de correcte indiener op dit moment, dus die vul ik even aan. Kijk naar de heer Van Dijk van de VVD. Ik geef u het woord voor de eerste termijn. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij praten vandaag over de tweede tranche regio-deal en bedragen die daarmee gemoeid zijn. Een op zich best wel bijzondere discussie, denk ik, omdat als wij terugkijken naar de wijze waarop de commissievergadering is gegaan, dit stuk niet eens een advies meekreeg naar de Raad. En dat had alles te maken met de situatie zoals die in Brunssum Noord was ontstaan. Er was ophef, burgers voelden zich niet gehoord, burgers voelden zich niet geïnformeerd. Wij voelden ons ook niet voldoende geïnformeerd door de wethouder op dat punt. En wij hadden toch het gevoel dat dit stuk op de wijze waarop het voorlag niet door kon gaan naar de Raad. Nou ja, vervolgens, en dat is natuurlijk al uitgebreid aangehaald door de vorige twee sprekers, is dat door kabinetsbesluit een gevolg geweest voor de betalingen die samengaan met het aankopen van die appartementen in Brunssum Noord voor Weller als woningcorporatie. En is ons als raad gevraagd om dat onderdeel van het project, om dat in ieder geval even on hold te zetten. Voorzitter, en dat is ook de wijze waarop dat naar ons toe is gekomen. En dat is ook de wijze waarom de VVD-fractie nog niet boven dat amendement stond. We hebben wel aangegeven, wij stemmen in met het amendement en dat zullen wij ook zeker blijven doen. Maar wij zijn wel een beetje verrast door hetgeen de vorige sprekers nu aanhalen. Want hadden zij in het amendement gezet dat de bezwaren zoals die er leven in Brunssum Noord en bij de bewoners daar, en zoals wij ook gisteren hebben kunnen horen van een van de insprekers, waarvoor ook namens ons dank, dan hadden wij gezegd, zet ons maar in ieder geval boven dat amendement. Sterker nog, dan hadden wij op het moment dat het voorstel werd gedaan
vanuit het college om dit amendement op te pakken, hadden wij gelijk gezegd, nou, dat willen wij gaan doen. Dus als het zo is dat niet alleen die overdrachtsbelasting die van 2-8% ging doorslaggevend is voor dit amendement, maar ook het feit dat wij met elkaar erkennen dat de Brunsumse burger in Noord niet voldoende geïnformeerd is op dit onderdeel, en wij zetten dat ook in het amendement dat dat in onze overweging heeft meegespeeld, dan zijn wij inderdaad direct mede-indienaar. Sterker nog, dan hadden wij ook gelijk gezegd, wij willen dit amendement voorleggen, omdat wij ook denken dat het ontzettend belangrijk gaat zijn dat mocht het zo zijn dat de Raad van Toezicht van Weller alsnog besluit om dit project voor te willen zetten, en wij als gemeente ook enthousiast blijven om dat te doen, de communicatie naar onze burgers daar van essentieel belang gaat zijn. We hebben namelijk gezien dat het draagvlak minimaal is. Door de handelswijze zoals die geweest is, denken we ook dat die niet veel beter is geworden. Dat hebben wij gisteren heel goed opgepikt uit de woorden van de inspreker. Dus wij zouden wel even van het college willen weten, hoe groot is nou de kans dat de Raad van Toezicht alsnog gaat instemmen? Is het nu zo dat dit amendement ook zegt, een mea culpa, wij hadden het anders moeten doen? En zo ja, waarom is dat dan niet in eerder stadium gecommuniceerd? Daar zijn we toch even benieuwd naar geworden. Voorzitter, en dan natuurlijk waarom wij in aanleg in te gaan stemmen met het amendement, is toch omdat wij denken dat het wijkvernieuwingsplan De Egge, zoals dat voor ligt, dat doorgang moet gaan vinden. En wij het ook goed vinden dat wij proberen om dat onderdeel in te brengen in de regio-deal. Waar wij wel nog even vragen bij blijven houden, en dat hadden we eigenlijk al bij de commissie, dat is dat wij het gevoel hadden dat Weller dit project sowieso al was gaan doen. Er lagen al plannen, men was al begonnen. En wij zien niet helemaal wat nou die onrendabele top is, die in dit geval doorslaggevend was geweest om dit alsnog te doen. En wellicht dat de wethouder in het kader van de transparantie toch nog eens even aan de burgers van Brunsum kan uitleggen waarom het nu belangrijk is dat we juist nu dit besluit nog nemen. En op het moment dat dat geweest is, zoals al gezegd, zullen wij ook instemmen met voorliggende stukken. Dank u wel. Dank u wel, meneer Van Dijk. Einde eerste termijn geef ik de wethouder woord om de vragen die verzameld zijn op dat moment te beantwoorden. Ik ga door naar mevrouw Jansen van de PCD-fractie voor haar eerste termijn. Dank je wel, voorzitter. Het besluit ten behoeve van de investeringsbijdrage om deel te kunnen nemen aan de regio-deal. Dat ligt nu voor. Door het amendement waar zojuist al over gesproken werd, mede door onszelf ingediend, zullen we maar over een deel van het stuk vanavond een besluit nemen. Het deel over de Lemmerdor en Brunsum Noord heeft duidelijk nog veel aandacht nodig. De heer Van Dijk gaf zojuist ook al aan dat hij twijfelde of dit enkel lag aan het veranderen van de overdrachtsbelasting. En ik zelf ben er ook van uitgegaan dat het college de bezwaren vanuit de bevolking zeker serieus heeft genomen. En dit ook een goede reden is om dit besluit deels uit te stellen. Voorzitter, ik wil het dan verder ook kort houden. We kunnen het zo ingewikkeld maken als je wil, maar in de kern gaat het stuk nu nog alleen maar over iets eenvoudigs. En het is wat mij betreft zo klaar als een kloontje. Want waar we nu dus een besluit over nemen, is het beschikbaar stellen van €650.000 voor het project de Oude Egge. Dit moeten we nu al vrijstellen om kans te kunnen maken op een bijdrage vanuit het Rijk middels de regio-deal. Het project is reeds van start en stond volgens mij al op de agenda voordat de regio-deal er überhaupt was. Het project is reeds gestart. Dus laat het duidelijk zijn dat wij dit natuurlijk toejuichen en niet willen tegenwerken. We zijn voor dit besluit en uiteraard hopen we een deel van deze regio-deal gegund te kunnen krijgen voor de gemeente Brunsum. Tot zover mijn eerste termijn. Dank u wel, mevrouw Jansen, voor uw inbreng. Ik ga naar de heer Lurken van de SP voor de inbreng eerste termijn. Bedankt, voorzitter. De regio-deal. Voor de toehoorders, het gaat om 80 miljoen om de leefbaarheid en economie in Parkstad te verbeteren. In het kader van de tweede tranche daarvan kocht Weller in het originele plan een hoogbouwcomplex om het voor 20 jaar te verhuren en dan te slopen, de grond voor 1 euro aan de gemeente te geven en in de Egge 130 woningen te vervangen door nieuwbouw. Dat van de nieuwbouw gaat nu niet door, zegt men, maar ja, dat kan later alsnog veranderen. Wij zijn van mening dat je als burger zelf zou mogen bepalen waar je woont en niet dat iemand dat voor je doet, baas in eigen huis dus.
Ook mag je een goed onderhouden woning eisen voor de huur die je betaalt, anders kom je er als burger bekaaid vanaf. Om soortgelijke redenen zijn we kritisch voor de plannen in de Eggen, zoals we dat in het verleden ook al zijn geweest. We zijn altijd voor renovatie en tegen sloop geweest, tenzij het niet echt niet anders kan. Wat de SP betreft zitten er ook andere haken en ogen aan dit voorstel voor cofinanciering. Hoewel hier in de commissie herhaaldelijk op is aangedrongen door meerdere partijen, zijn de afspraken tussen gemeente en Weller niet inzichtelijk gemaakt voor de raad. Waar stem je dan mee in? Het heeft er veel van weg dat Weller een zak geld ontvangt en hiermee kan omspringen zoals het wil. Daarvan kan geen sprake zijn in onze ogen. Het is niet voor niets door vier partijen dat dit voorstel niet rijp voor de raad werd geacht, waaronder wij. We vragen dan ook dat afspraken en voorwaarden in de toekomst in ieder geval inzichtelijk worden gemaakt. Tot slot, ja, het mogen duidelijk zijn dat wij moeilijk kunnen instemmen met dit voorstel, wat dan dus ook geldt voor het amendement. Dank u wel, meneer Lulke, voor de inbreng eerste termijn. Ik ga door naar mevrouw Baten van de lijst Borger voor haar inbreng eerste termijn. Ja, dank u wel, voorzitter. Vanuit het Rijk wordt er geld beschikbaar gesteld aan de regio's om via een eigen regionale aanpak de welvaart en leefbaarheid te verbeteren. En de economische kracht te bevorderen. Om aanspraak te kunnen maken op de miljoenen die door het Rijk beschikbaar worden gesteld, is Parkstad breed besloten om hier een gezamenlijk plan voor op te stellen, genoemd de regiodeel Parkstad Limburg. Een van de thema's onder de regiodeel Parkstad Limburg is het toekomstbestendig maken, het verbeteren en verduurzamen van het woningaanbod en een betere leefbaarheid. Voor dit thema is vanuit het Rijk 23 miljoen euro beschikbaar. Voorzitter, Parkstad breed wordt er ingezet op het grondig aanpakken van 1600 particuliere woningen. Het woningaanbod wordt gereduceerd, toekomstbestendig gemaakt, verbeterd en verduurzaamd. Om de leefbaarheid in de wijken te kunnen verbeteren en de sociaal-economische structuur te versterken. Denk daarbij aan het aanpakken van onderwijsachterstanden, gezondheidsrisico's en het verbeteren van het perspectief op werk voor kwetsbare groepen. In maart 2019 hebben 9 woningcorporaties in Parkstad Limburg 30 projecten voorgedragen. Vervolgens is dit aanbod via samenwerking door de regio, de gemeente en de woningcorporaties uitgewerkt tot een regionaal meerjarenprogrammering wonen en leefbaarheid met 40 projecten. Voorzitter, zoals in de inleiding vermeld, om aanspraak te kunnen maken op het geld van het Rijk, moeten de voorgestelde projecten aan een aantal criteria voldoen. Uiteindelijk zijn 11 projecten op grond van uitvoerbaarheid geselecteerd om nader te worden uitgewerkt, waaronder Brunsum Noord en de Oude Egge. Om in aanmerking te komen voor de Rijksbijdrage, dient de gemeente uiteraard ook zelf geld in het project te steken, de zogenaamde cofinanciering of investeringsbijdrage. En daar gaat het in dit raadstuk over. Voorzitter, het project de Oude Egge voldoet aan de voorwaarden van de regiodeal en verloopt reeds voortvarend. De bewoners waren geruime tijd van tevoren op de hoogte en zijn bij iedere verdere stap in de ontwikkeling van het plan voorgelegd. Weller heeft de benodigde koopwoningen die binnen het plan vielen overgenomen van de particuliere eigenaren. De gemeente wordt nu gevraagd om een investeringsbijdrage te doen van 650.000 euro, conform het bijgevoegde financieringsschema van de bijdragers van provincie, regiodeal, Parkstad en de gemeente Brunsum. Lijsborger heeft dan ook geen bezwaar tegen het beschikbaar stellen van deze 650.000 euro investeringsbijdrage. Voorzitter, dan het project Brunsum Noord. De business case hoogbouwflat Henry Dunantstraat. In deze flat bevinden zich naast huurwoningen ook koopwoningen. En de businessplan behelst onder andere dat Weller als woningcorporatie alle particuliere koopwoningen in de hoogbouwflat gaat aankopen, terugkopen. Nu hebben we tijdens Prinsjesdag allemaal de plannen van het Rijk gehoord om de overdrachtsbelasting te verhogen van 2% naar 8%. Daardoor wordt het overnemen van koopwoningen mogelijk een stuk duurder als begroot
door Weller, waardoor mogelijk de Raad van Commissarissen van Weller besluiten om niet deel te nemen aan deze business case. En last but not least is de communicatie over het plan naar de bewoners op de flat op zijn zachtst gezegd niet zo goed verlopen als bij de plannen van de oude Egg het geval is geweest. De meeste bewoners voelen zich totaal verrast door de plannen of weten zelfs helemaal niet waar ze aan toe zijn. Vandaar dat er voor dit onderdeel een abonnement is bijgevoegd aan het raadstuk. Voorzitter, om de aanvraag van de Rijksbijdrage uit de tweede tranche regio-deal voor het project Oude Egge geen gevaar mag lopen, stelt Leesburger in met het opsplitsen van het raadsvoorstel en het verzoek voor cofinanciering voor het gedeelte Brunsum Noord eruit te halen. Als na uitvoerig onderzoek van de business case door de Raad van Commissarissen van Weller duidelijk is of zij wel of niet doorgaan met de business case en welke kosten dat voor de gemeente met zich meebrengt, zien wij graag een nieuw voorstel tegemoet. En in de tussentijd gaan we ervan uit dat de bewoners van de betreffende flat in Brunsum Noord goed worden geïnformeerd en gaan we het plan steeds op de hoogte gehouden worden. Tot zover de eerste termijn. Dank u wel, mevrouw Baat, voor de inbreng van de eerste termijn. En ik ga door naar de heer Offermans van de Partij van de Arbeid voor zijn inbreng eerste termijn. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, dank u wel. Namens de Partij van de Arbeid, Brunsum, inderdaad. Voorzitter, de behandeling van dit stuk in de commissie was op zijn zachtst gezegd zeer opmerkelijk. En als ik nou kijk hoe het stuk in de raad terecht is gekomen, met name de wijziging die er nog eens een keer overheen gegooid is, maakt het eigenlijk alleen maar opmerkelijker. Laat ik het even toelichten, want thuis snappen ze er nou al niks meer van. Tijdens de commissiebehandeling kregen wij een stuk voorgeschoteld waarin eigenlijk alleen maar een besluitpunt stond dat we geld beschikbaar moesten stellen aan Weller voor de aankoop van een flat in Brunsum Noord en geld beschikbaar moesten stellen voor het verder uitvoeren van de oude Egge in Brunsum Oost. Niet meer, maar zeker, zeker ook niet minder. Voorzitter, wij hebben toen de opmerking geplaatst. Ja, u vraagt ons als raad nogal wat. Want in totaal vroegen we ons om 1,3 miljoen euro beschikbaar te stellen aan Weller. Zonder dat er een bijlage bij zat. Zonder dat er een projectplan bij zat. Zonder dat er ontbindende voorwaarden of überhaupt voorwaarden aan het stuk gesteld werden. En daar zaten onze kritische opmerkingen op. Zowel voor het geld dat ter beschikking gesteld zou worden aan de Egge, als het geld dat ter beschikking gesteld zou worden aan de aankoop van de plat in Brunsum Noord door Weller. Voorzitter, en daar hoor ik vandaag eigenlijk helemaal niks meer over. Terwijl, dat is wel belangrijk om te zeggen, de stemmen staakten en het stuk op deze manier in de raad terecht is gekomen. De overweging was dus dat het stuk gewoon niet rijp was voor beraad. Althans, de helft van de partijen was die mening toegedaan. Nou goed, dan komt hij toch in de raad. Zo gaat dat nou eenmaal als de stemmen staken. En wat we dan eigenlijk zien is dat het moeilijkste stuk ineens van de agenda afgaat door een amendement. En laat ik daar duidelijk over zijn, het staat er ook gewoon onder. Dit amendement is opgesteld door het college. Niet door vier coalitiepartijen, maar door het college, het bestuur van de gemeente Brunsum. En dat heeft ook een reden, en die reden is ook goed te volgen. Waarschijnlijk heeft dit college het verzoek van woningcorporatie Weller gekregen dat er een gat in de business case geschoten is door een kabinetsbesluit dat mogelijk vanaf 1 januari 2021 gaat betekenen dat de overdrachtsbelasting van 2% naar 8% gaat en dat het daarmee voor beleggers, maar dus ook voor woningcorporaties die meerdere woningen gaan inkopen, gewoon veel meer geld gaat kosten. Dus het is wel goed om te zeggen, dit amendement komt van het college. En ik hoor dan zojuist de wethouder zeggen dat een van de redenen dat het amendement er ligt, dat de communicatie niet goed gegaan is naar de bewoners. En ook dat hebben wij als Partij van de Arbeid Brunsum tijdens de commissie al aangehaald. Ik zou dat dan om die reden ook aan het college willen vragen of u bereid bent om in dit amendement, dat van uw hand is, als tweede reden aan te geven dat communicatie gewoon onvoldoende is geweest. Die staat namelijk niet in uw amendement. U noemt hem wel, maar de enige reden dat u hem indient, zo staat er, is omdat de overdrachtsbelasting door het Rijk veranderd is. Dan had ik ook graag uw opmerking van zojuist als tweede reden in het amendement opgenomen gezien. Kunt u mij dat toezeggen? Als u dat doet namelijk, kunnen wij instemmen met dit amendement. Dan zijn de twee redenen waarom het nou niet behandeld kan worden, compleet. En kunnen wij ermee instemmen.
Voorzitter, ja, dan hoeven we het daarmee eigenlijk niet meer over Brunsum Noord te hebben, behalve dan de toevoeging die ik aan de wethouder wil meegeven. Zorg nou dat niet alleen de communicatie naar de burgers beter wordt opgetuigd, maar zorg ook dat de raad voldoende informatie krijgt om te besluiten €650.000 beschikbaar te stellen voor Brunsum Noord, als dat in de toekomst nog aan de orde is. Dus daar hoort een sluitende business case bij, daar hoort een projectplan bij, daar horen vervolgens uitvoeringsplannen bij. En niks van dat alles hebben wij gezien, behalve de vraag, mogen wij €650.000 aan Weller geven? Dus tuig die communicatie naar bewoners op, maar doe dat ook naar de raad. Maar laat ik Brunsum Noord daarmee maar even liggen en ben ik benieuwd of we die in de toekomst nog terug gaan zien. En dan zou ik over de eigen nog een vraag willen stellen. En die heeft de heer Van Dijk ook al voor een deel gesteld. Kijk, het besluit, inclusief een onrendabele top, voor zover die er is, is door Weller in het verleden al genomen. Toch heeft Weller het besluit genomen, inclusief een RVC, om aan de slag te gaan in de Oude Eggen. Wij komen nu, ik gok even, 2 jaar na de start, nadat de eerste woningen gesloopt werden en de eerste palen de grond ingingen, komen wij met een besluit dat het nodig is om €650.000 vanuit de gemeente naar het project te brengen, omdat we daarmee nog aanvullende financiële middelen van de regio en het Rijk kunnen krijgen. Ik hoor graag van u waarom bovenop een besluit dat al lang genomen was, het nu nog nodig is om extra geld naar de Oude Eggen te brengen. En ben ook benieuwder als ik uw antwoord krijg, wat er dan aan extra zaken gaan gebeuren in de Oude Eggen ten opzichte van het plan dat al lang goedgekeurd is. Dus 2 dingen. Gaat u het amendement aanpassen? En die vraag stel ik aan het college, omdat het van uw hand is. Of communicatie daarin als tweede reden wordt opgenomen. En de tweede vraag heeft betrekking op de Oude Eggen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Offermans, voor uw inbreng en uw heldere vragen. Ik kijk naar de heer Klaus vanuit het CDA voor de inbreng eerste termijn. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Nou, we hebben er eens goed naar gekeken als CDA zijn. En een investeringsbijdrage in het kader van de regendeel waarbij woningen en stadswijken worden verduurzaamd en ook gekeken wordt naar de toekomst. Een mooi initiatief om Brunsum levensbestendig te maken en te houden en zo meteen ook een betere leefomgeving creëert voor haar inwoners. We zijn ook blij met het initiatief om eigen te vernieuwen. Want in de plannen voor Weller omtrent Brunsum Noord van de overheidswegen door de verhoging van de overheidsbelasting van 2% naar 8%, ja, dat zal het toch ook kostbaar zijn voor Weller als participant in het geheel, door de gemeentes moeten bijspringen. Aangezien de huidige woning nog in goede staat verkeren, elk jaar worden onderhouden en beschikt over een zeer actieve vereniging van eigenaren, zullen wij ons dan ook aansluiten bij de woorden van de heer Heijnen om op deze manier de bewoners, eigenaren van Hendrik de Landstraat, een blijvend woning nog te blijven bezorgen. We zijn het ermee eens dat we de eigenaar niet via een dergelijke constructie van hun woning kunnen beroven, waardoor zij hun bezit en spaarpotjes in verdampen. Daarnaast zijn we ook bang dat Weller een te grote druk zal leggen op de VVE, aangezien ze nu al een groot gedeelte van de woningen bezit en de waarde van betreffende woningen zouden kunnen dalen. Aangezien ze ook niet duidelijk en tijdig hebben gecommuniceerd naar de bewoners en naar de raad, kunnen wij dus ook niet instemmen met de huidige aanpak. Tot zover. Dank u wel voor uw inbreng eerste termijn, meneer Klaus. Ik ga over tot het woord geven aan wethouder Mertens voor het beantwoorden van de vragen die in eerste termijn gesteld zijn. Aan u het woord, wethouder Mertens. Dank u. Eerste vragen van de VVD. Leg ik toch eens aan de bewoners uit over het plan eigen, wat het dan inhoudt. Het is een plan waar duurzaamheid heel erg belangrijk is en is ook mijn waterproject. Het waren verouderde panden en er was, de SP zegt van renoveren is beter dan slopen. Nou, als je deze woningen dus goed wil verduurzamen, dan kun je dat bijna vergelijken met vervangende nieuwbouw. Dus ik vind dit een enorm goed project. Aan de provincie is gevraagd voor een subsidie. En de provincie die geeft dus aan, de gemeente moet dan cofinancieren. Nou, dat vind ik een logische zaak. Brunsum Noord, ja goed, ik wil er meteen toezeggen, die toevoeging wat de VVD en PvdA zegt van
betere communicatie met de eigenaar en bewoners. Zonder meer toevoegen, helemaal mee eens. Even kijken, dan heb ik borger, draagvlak van eigenaar en bewoners. Eigenlijk heb ik die vraag dan al beantwoord. Even kijken. Ja, volgens mij heb ik ze dan eigenlijk allemaal gehad. Voorzitter. Dank u wel voor de beantwoording. Wethouder Mertens, ik zie een hand van de heer Jansen van het PAK. De heer Jansen, aan u het woord. Ja, voorzitter, ik wil voordat dadelijk de tweede termijn begint, wil ik even schorsen als het kan. Om even de vragen die gesteld worden door het PvdA en VVD om de aanpassing van het amendement even door te nemen. Om dat even met ons samen even door te nemen met de coalitie. Als u dat toestaat. Dat sta ik toe. Dat zal ik dan nu doen. Want nu ga ik over naar de tweede termijn. Dus een korte schorsing is op dat moment geoorloofd. Geen enkel probleem. 10 minuten is dat voldoende. Komt u dan ook terug. Kijk even naar de heer Snakkers, de indiener van het amendement, met de toevoeging in dit amendement als zodanig die de wethouder aangeeft. Ik hoor u niet. Ja, het is dus zo dat in principe het amendement door de raad wordt ingediend op advies. We zullen het zeer zeker een overweging nemen. Ja. Oh, en dan sorry. We zijn samen praten. Ik schakel mij uit. Ja, is goed. Op het verzoek van het college de tekstregel toevoegen dat het tweede punt is de communicatie met de burger. En dat even netjes verwoorden in het amendement. Als u dat op u neemt, kijk even samen met de VVD en de Partij van de Arbeid hoe dat dan erin zit. Zeer zeker, voorzitter. Het is zoals het is. Ik bedoel, ja. Goed, dan schors ik de vergadering nu voor 10 minuten. Tot zo.
Willen degene in ieder geval de woordvoerders vast aansluiten en de rest volgt ook gelijk? Ik kreeg net een... Kijk, even kijken of we allemaal... Ja, de heer Joost is ook weer aangesloten. Welkom. Ze zijn allemaal, maar nog niet zichtbaar. Dan ga ik nu verder met de vergadering. We zijn allemaal weer aanwezig. Ik geef de heer Snakkers het woord in het kader van, het aangepaste amendement. Ja, voorzitter. Voorzitter, we hebben kort overleg, telefonisch overleg gehad met de heer Heiko Offermans. Er is een tekst uitgekomen, die krijg ik nu van de griffier aangereikt voor mijn dak. En ja, hoe moet ik het duiden? Ik zal in ieder geval voorlezen wat er is opgenomen, extra is opgenomen. Daar is de oppositie, althans heer Heiko Offermans, en ik neem aan ook de heer Klaus het mee eens. Ik citeer: de communicatie richting bewoners en eigenaren tot nu toe onvoldoende is gebleken, dat duidelijk op deze punten voor de gemeente van cruciaal belang is. Einde citaat. Dank u wel. Mijn volgende vraag is dan: de indieners van, van het amendement zijn het hier allemaal mee eens? Ja? Oké. Dan is het amendement dus aangepast met de toevoeging van de tekst: de communicatie richting bewoners en eigenaren tot nu toe onvoldoende is gebleken. Dit duidelijk op deze, dat duidelijkheid op deze punten voor de gemeente van cruciaal belang is. Dat is wat we met elkaar zo meteen vaststellen in het amendement. Dan ga ik nu door naar de tweede termijn inspreken. Dan geef ik het woord terug aan u, heer Snakkers, voor uw inbreng in de tweede termijn. Ja, ik heb verder niks aan toe te voegen, voorzitter. Okay. De extra tekst, ja, die doet recht aan de waarheid, aan de feitelijkheid. Dus in zoverre ben ik ook blij dat... Heer Offermans met dat tekstvoorstel is gekomen. Dus tot zover mijn tweede termijn. Dank u wel. De heer Jansen, heeft u behoefte aan een tweede termijn van de PAK-fractie? Ja, heel even kort. Even teruggeërend naar wat er gezegd werd over de commissie. Het was inderdaad wel een beetje een vreemde situatie. Dat je tijdens de commissie in principe het stuk als volledig door laat gaan naar de raad. Hoewel de stemmen staakten. Maar dat na de hand, een dagje later, bleek dat er toch meer aan de hand is dan dat er nou was. Dus wij zijn dan ook blij dat het op deze manier wordt opgepakt. En mogelijk ook raadsbreed gesteund gaat worden. Daarvoor zijn we echt heel blij. Dank u wel. Dank u wel voor uw inbreng. Dan kijk ik naar de heer Van Dijk van de VVD-fractie. Voor zijn inbreng. Ja. Dank u wel, voorzitter. Daar maken wij ook graag gebruik van. Laat ik positief starten. En in ieder geval wethouder Mertens ook een compliment geven waarop hij dit heeft aangepakt. Zijn openheid, eerlijkheid en ook zeg maar eigenlijk zijn nuchterheid in deze, die worden in ieder geval zeer gewaardeerd. Wij waren natuurlijk al van plan om dit amendement te steunen, maar wij willen het dan ook nu mede indienen. Dat is eigenlijk wat ik toen straks wilde aangeven. Op het moment dat dat beide daarin stond, dan hadden wij ons partijlogo ook geconformeerd aan het amendement. En dat zouden we dan nu ook nog graag alsnog doen. Voorzitter, misschien wel nog eventjes, want wethouder Mertens was heel enthousiast, schetste mij ook eventjes het verloop van het proces Oude Egge. Dat was alleen niet helemaal de vraag, als ik eerlijk ben. Waar het namelijk om ging was, dat in de stukken stond aangegeven dat het stukje onrendabele top, zoals dat in de business case lag, dat dat nu hiermee gedekt zou gaan worden. Wat wij nog steeds niet helemaal helder hebben, en ik vroeg eigenlijk van, leg dat nou eens aan de burgers van Brunssum uit, waarom dat nu zeg maar anders gaat zijn dan dat het in een eerder stadium was, is dat dat project natuurlijk al gestart was. Die akkoorden waren er, eigenlijk liep alles al. Wat is nu de reden zeg maar dat wij op dit punt in de regio deal een aanvraag hebben gedaan?
omdat die onrendabele top, daar was wel ook al mee akkoord gegaan, maar anders waren ze niet gestart, was ons gevoel. Dus wij zouden toch nog een keer willen vragen aan de wethouder of die dat specifieke punt kan verduidelijken, omdat wij denken dat het handig is dat we daarna de burgers klare wijn kunnen schenken. En op dat punt, zeg maar, willen we het ook laten. Dank u wel. Dank u wel, meneer Van Dijk, voor de inbreng tweede termijn. Dan ga ik naar mevrouw Jansen van de BCD-fractie voor haar inbreng tweede termijn. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben inhoudelijk op het stuk eigenlijk niks meer toe te voegen. Wel wil ik aangeven dat ik het wel heel prettig vind hoe wij verschillende partijen elkaar dit keer vinden en het met elkaar eens zijn. Net zoals gisteren in het begin vond ik dat ook heel prettig. Het tweede deel was wat minder prettig. Maar dat wilde ik wel nog even benadrukken, dat ik op deze manier vergaderen wel fijn vind. Dank u wel, mevrouw Jansen, voor uw tweede termijn en uw toevoeging daarin. De heer Lurken van de SP geef ik het woord voor de tweede termijn. Dank u, voorzitter. Laat ik ook op een positieve noot beginnen dan maar. We zijn blij met de medewerking van de wethouder, met het meedenken. En dat de burger beter gehoord zal worden in de toekomst is alleen maar positief. Wat betreft de eggen, daar hadden we wel kritiek. Maar zoals ik begreep, is dat al in gang gezet. Kunnen we er niet veel meer mee. En meer heb ik eigenlijk niet toe te voegen. Dank u wel voor uw inbreng tweede termijn. Ik kijk naar mevrouw Baten van de lijst Borgen voor haar inbreng tweede termijn. Ja, dank u wel, voorzitter. We zijn blij met de toevoeging in het amendement, zodat er ook inderdaad geen twijfel over leidt dat er contact wordt gezocht met de burgers en dat er een, wij noemen een fatsoenlijk communicatietraject wordt gestart naar de burgers toe en ook naar de raad, zodat ook wij van de hoed en de rand weten van de projecten die worden opgestart. Dat was het. Dank u wel voor uw inbreng. Dan kijk ik naar de heer Offermans van de Partij van de Arbeid. Aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik zal mijn vraag uit de eerste termijn over de oude eggen niet nog een keer herhalen, want dat heeft de heer Van Dijk zojuist al gedaan. Daar hebben we inderdaad nog geen antwoord op gehad. Wat krijgen we nou extra doordat er extra middelen naar de oude eggen gaan? Krijgen we iets extra's? Ik zou inderdaad zowel de wethouder als de huidige coalitie een compliment willen maken dat zij openstaan voor niet alleen het maken van fouten, maar ook het corrigeren en het toegeven daarvan. Volgens mij is niets menselijks ons vreemd. Daar waar wij gisteren rollenbollend met elkaar over straat gingen tijdens de raadsvergadering en ik daar in ieder geval heel veel commentaar over gehoord heb, laten wij vandaag zien dat als iemand een fout maakt, dat we samen willen nadenken hoe we dat kunnen oplossen. En laten we dat vooral blijven doen. Uiteindelijk zitten we er allemaal voor Brunsum. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Offermans. En ik kan het alleen maar onderschrijven, net zoals mevrouw Jansen dat net zo deed. En bedankt voor de toevoeging daarin. De heer Klaus van het CDA krijgt het woord voor de tweede termijn inbreng. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ook wij kunnen ons voegen bij de woorden die inderdaad al gezegd zijn geworden door de heer Van Dijk. En natuurlijk ook de heer Heiko Offermans en andere raadsleden die inderdaad al gesproken hebben. Wij vinden het ook belangrijk om een breed draagvlak te creëren voor alle bewoners in Brunsum. Natuurlijk ook de communicatie heel duidelijk moet zijn naar buiten toe, maar ook inderdaad naar de raad en de bewoners. En ook gekeken natuurlijk een complimentje naar de vergadering zoals die tot nu toe verlopen is. Tot zover. Dank u wel, heer Klaus, ook voor uw toevoeging daarbij. Er staat nog één vraag open en die gaat over de onrendabele top, wel eens versus de subsidie. Die is voor wethouder Mertens. Aan u het woord, wethouder Mertens. Ja, ter verduidelijking, wij zijn door de provincie Limburg uitgenodigd omdat de onrendabele top niet was afgedekt in de regio-deal. En de provincie was bereid om een subsidie te verlenen, mits de gemeente een cofinanciering daar tegenover stelde. Dus de onrendabele top was niet afgedekt. Dus dat bericht kregen we uit de provincie. En, Interruptie van de heer Offermans van de Partij van de Arbeid. Ja, maar dat ik het dan goed begrijp, er ligt een business case voor het plan Oude Eggen. Dat is een project van woningcoöperatie Weller. In dat project zit een onrendabele top die op de lasten of op de rekening van woningcoöperatie Weller drukt. Zij hebben een besluit genomen om dat te accepteren, want zij zijn al begonnen op de Oude Eggen.
En als ik u nou goed begrijp, zegt u, kunnen wij achteraf, doordat er middelen beschikbaar gesteld worden, die onrendabele top bij Weller weghalen en voor een deel op onze eigen rekening pakken. Begrijp ik dat goed? Begrijp die helemaal goed. Ik ben heel, heel open in. Kijk, de provincie heeft ons die vraag gesteld. En ja, goed, de raad besluit uiteindelijk van of ze daarin meegaan. Maar even helemaal gelijk. Oké, voldoende. Dan kijk ik naar de besluitvorming. Ik ga eerst het amendement in stemming brengen. En het amendement is ingediend door BBB-lijst Palmen, PAK-fractie, BCD-lijst Borger en de VVD-fractie. Die hebben dat toegevoegd, ondersteund door de overige aantal fracties die daar zitten. Wilt u het amendement in stemming brengen? Nee? Dan is het amendement zojuist aangenomen. Dan kom ik bij het... Voorzitter, voor de duidelijkheid, het gewijzigd amendement, hè? Het gewijzigd amendement met de toevoeging zoals ik hem net heb voorgelezen, communicatie richting bewoners en eigenaren tot nu toe onvoldoende is gebleken, dat de duidelijkheid op deze punten voor de gemeente van cruciaal belang was. Dus dat is het amendement wat we in stemming hebben gebracht. Kom ik nu bij het gewijzigde raadsvoorstel wat in stemming gebracht wordt. Heeft u, wordt er stemming gevraagd over het gewijzigde raadsvoorstel? Zo niet het geval, dan is het aldus besloten. Dank u wel voor de positieve bijdrage en de goede beraadslaging hierover. Kom ik bij punt 12 van de agenda, inlichtingen artikel 43, brieven. En er zijn drie vragen over gesteld en volgens mij heb ik de vraag van de heer Jansen al beantwoord. Blijven er twee over. Eén vraag van mevrouw Koelen, die in mijn portefeuille hoort, en één vraag van de heer Klaus, die indirect in mijn portefeuille hoort, omdat in die periode was ik op vakantie en was de lokale burgemeester in charge, maar ik zal hem voor mijn rekening nemen. Mevrouw Koenen, wilt u de vraag kort stellen, zodat ook ons kijkende publiek op dit moment weet welke vraag u wilt stellen? Of aanvullende vraag op artikel 43 vragen, zo is het eigenlijk. Mevrouw Koenen, aan u het woord. Dank u, voorzitter. Nou, dan moet ik wel even een toelichting geven, want we hadden hele uitgebreide vragen gesteld in artikel 43. Ik moet wel even een korte toelichting geven over het onderwerp zelf. En ja, dan kom ik met een hele korte vraag. Ja, graag kort, want dat is ook de bedoeling van dit agendapunt. Aan u het woord. Ja, maar de burger moet het ook snappen, hè? Ja. Jazeker. Dank u. Momenteel ligt er een nieuw wetsvoorstel over politiegeweld in de Eerste Kamer. En dat de politie ruime bevoegdheden geeft om geweld toe te passen. Om beter te kunnen beoordelen hoe het gesteld is met de mogelijk door de politie toegepast geweld, hebben we data nodig die nu niet publiek toegankelijk zijn en die juist op lokaal niveau verzameld kunnen worden. En daarom heeft de SP zeer specifieke vragen gesteld over toegepast geweld en discriminatie door agenten van het basisteam Brunsum. We hebben gevraagd naar het aantal aangiftes, voorgeleidingen, veroordelingen en toepassing van onvoorwaardelijke straffen. We krijgen dan een verwijzing naar de site van het OM. Daar staan helaas alleen het aantal schietincidenten door agenten per jaar vermeld. En dat is bij lange na niet volledig. Wij willen dus graag weten waar we de gevraagde data wel kunnen verkrijgen. Wij hebben dat ook even nagezocht en het klopt zoals u zegt. En het antwoord krijgen wij ook niet op die vragen. Dat antwoord kunt u op twee plekken navragen. En dat is bij de politieeenheid Limburg. Ik heb daar de postgegevens van, dus niet via de website. Die zal ik u schriftelijk doen toekomen. En bij het Openbaar Ministerie in Maastricht. En daar heb ik ook de postgegevens van. Die zal ik u doen toekomen. En daar kunt u de gegevens opvragen. Dus ik zal die schriftelijk aan u toekomen en dan kunt u die ook schriftelijk opvragen. Prima, dank u wel. Prima. Dan staat er een vraag open van de heer Klaus. En ik geef het woord even aan de heer Klaus om ook kort een toelichting te geven op de vraag die hij heeft gesteld. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik zal het gewoon heel erg snel doen, misschien nog beter. We hebben toch een aantal antwoorden nodig betreffende inderdaad de illegaal gehouden feest op de Kralenpool. Tijdens de coronacrisis aan zich.
En met name gekeken naar de ontwikkelingen zoals ze nu tegenwoordig gebeuren. Hoe kunt u het beleid van de gevolgde procedure bij het beëindigen van het feest bij de kranenpoel verdedigen, wanneer men dit vergelijkt inderdaad met de maatregelen die horeca-exploitanten moeten nemen, ten behoeve van regulering en beteugeling van het coronavirus? Wanneer horeca-exploitanten zich niet houden aan maatregelen zoals invullen van persoonsgegevens, ten behoeve van bron- en contactonderzoeken worden zij verbaliseerd. En daarom begrijpen we niet waarom er geen enkele registratie van de aanwezigen bij dit feest heeft plaatsgevonden en waarom de organisator niet is verbaliseerd. De regels waren heel erg duidelijk tijdens de noodwet en die gelden ook voor iedereen. Dank u wel voor het herhalen van de vraag, zodat iedereen kan meeluisteren naar de beantwoording van de vraag. Op het moment dat wij in de Kranenpoel het feest, of de politie het feest heeft ontbonden, het was later op de avond, het was donker, mensen liepen door elkaar heen en de eerste prioriteit is op dat moment om het feest in goede banen veilig te beëindigen. Van een organisatie, op een illegaal feest, was op dat moment niet bekend wie en wat het georganiseerd heeft. Dat komen we ook niet achter op die manier. En het registreren van de personen was niet aan de orde, omdat het registreren, zoals u stelt in het bron- en contactonderzoek, nog steeds vrijwillig is. En er wordt niet beboet geverbaliseerd als een ondernemer het niet doet. Het is een vraag van de horecaondernemer aan de cliënt. Als de cliënt het niet doet, kan de horecaondernemer twee dingen doen. Hij kan het toelaten dat het niet gebeurt en de cliënt toelaten, of hij kan de cliënt weigeren. Ook ik kan daar als burgemeester niet op handhaven, want de registratiemomenten die hij bij moet houden en 14 dagen moet bewaren, zijn enkel opvraagbaar door de GGD. Dus niet door onze handhavers. Ze hebben niet met straffen of belonen te maken. Ze hebben een directe relatie met het bron- en contactonderzoek. Dat wordt door de GGD geïnitieerd, heeft ook niks te maken met straffen en belonen en verbaliseren, heeft enkel te maken met de goedwil van de cliënt en het opvolgen van die regels daarin. Dus die bevoegdheid heb ik niet en die heeft de politie ook niet. En in het kader van het illegale feest was het onmogelijk om op dat moment, met een uitloop van 200 mensen die daar zijn, in het donker, op een niet verlichte plek, op het industrieterrein, was je alleen al blij dat het goed georganiseerd verliep om het feest te beëindigen, zonder al die mensen achteraf te kunnen registreren en de eigenaar te achterhalen. We hebben wel de maatregelen genomen om het in het vervolg het feest op dat moment te voorkomen. Die maatregelen zijn allemaal genomen, maar het verbaliseren was in die, op dat moment niet aan de orde. Puur A, we konden het niet, en B, we hadden daar geen tools voor. Tot zover. Ik hoop dat misschien is de beantwoording niet naar bevrediging, maar het is zoals het is. Dank u wel. Dat is leuk en aardig, maar de politie heeft toen ingezet naar aanleiding van berichten die kwamen vanuit omwonenden en ook via Facebook. Er wordt ook bier en wijn geschonken en dergelijke. Het lijkt me heel erg sterk dat niet achterhaald kan worden welke mensen geparticipeerd hebben aan de organisatie in deze. En het is eigenlijk onbevredigend dat u nu zegt van hey, ja, we konden niet weten en we kunnen die mensen inderdaad niet oppakken en allemaal laten registreren. Ik heb helemaal gelijk, maar tussen het feitelijk weten wie het gedaan heeft en het vermoeden wie het gedaan heeft, ligt een wereld van verschil in het verbaliseren. En het vermoeden wie het gedaan heeft is nooit een reden om te verbaliseren. En het feitelijk weten, je kunt heel veel zeggen op internet en in de krant, maar of het waar is, dat is ten tweede. Tot zover. Dan kom ik bij punt 13 van de agenda, bekrachtiging geheimhouding, hebben we niks voor. Dus die is niet aan de orde. Dan kom ik bij punt 14 van de agenda, de sluiting. Wij spreken de dank uit voor de manier waarop wij in deze vergadering gezamenlijk de belangen van de burgers van de gemeente Brunssum behartigd hebben. Mogen er vrede en welvaart heersen. Ik wens u nog een fijne avond en tot gauw. Thank you.